schattig. Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en Jan-Marc. En mijn naam is Johan. En misschien komt Yoshi er nog bij. Ja, je weet maar nooit. En hoppakee, dat was het intro. Goed, ja. Afgelopen weekend was ik in Groningen geweest protesteren. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, volgende maand in Amsterdam als het goed is. Ja. Voor de rest, we hebben natuurlijk de E-guldenregen. Ik ga weer E-guldens uitdelen. Dus dat gaan we even doen. Oké, ja. Oh. Doet het ook niet. Dat was zonde. Nou ja, uitroepteken Ron Paul in de chat. En dan maak je kans op 10 EFL's. Ja. En verder. Oh ja, ik heb nog een rectificatie. Ik had de 2 uitzendingen geleden gezegd dat. Dat er 10 jaar bestonden, maar dat is dus 9 jaar. Ja. Mm. 3 jaartje naast. Ja. Dus, 2013 waren we begonnen. Ja. Oké. Ja, dat was het. Goed, laten we maar beginnen dan met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Dat weet ik niet. Ja. Hoppa. Wie doet hem? Goud is $18.10 per ounce. Olie $92.24. Ongeveer. Zilver $20.66. Bitcoin bijna $24.000. Oké. Okay. Waar de verwachtingen? Ethereum is wel wat gestegen. Ja, er was vandaag kwamen de inflatiecijfers uit. Ja. En die vielen een tikje mee, dus dan wordt er gelijk gespeculeerd van oké, de Fed is klaar met renteverhogingen of die gaat in ieder geval misschien nog eentje doen in september en dan wat rustiger aan of een... ik denk dat ze te snel verwachten dat het de geldkraan weer open kan en dat het dan blijkt dat de inflatie weer dubbel dwars keihard terugkomt en dat ze dan nog een keer gaan doen. Een beetje dat het zo'n horten en stoten geval wordt. Okay. Ze willen vast voor die verkiezingen willen ze nog even weer de opgaande lijn erin hebben. Ja, dit lijkt me inflatie van 8-9% de nek omdraaien met een rente van 1,5% of zo. Dat, ja, 2%, dat gaat je niet echt lukken, denk ik. Nee. En je ziet in het Nederlandse nieuws ook wel weer terugkomen. Mensen die gaan ook weer in de gulden rekenen. Die zeggen, pak je chroma voor 5,50 gulden. Dus, ja. Dat klopt, ja. Ik had vandaag inderdaad iemand die in guldens weer ging rekenen. Van... Nog spectaculairder te maken. Ja, nou... Dus, ja. Ja, en dan... Ja, op de huizenmarkt heeft het nog weer een beetje invloed dat die rente. Dat, dat die huizen stijgen nu niet meer zo door. Maar als zelfs een dat zal wel de hele tijd stil komen te liggen, wat er dan meestal gebeurt. Zolang je geen enorme werkeloosheid hebt waarbij mensen dan moeten verhuizen naar een andere plaats, maar nu heb je nog zat werk, dan zie je dat ze niet de prijs omlaag willen. En dan kopen ze, maar de koper kan het ook niet betalen, dus dan blijft het. Dan valt die markt gewoon helemaal stil. Dan wordt er bijna niet meer gekocht en geverkocht. Totdat het erger wordt eigenlijk. En dan er gedwongen verkopen komen.
Ja, maar bij gedwongen verkoop gaat de prijs ook niet omhoog. Doorgaans. Nee, dat gaat heel laag. Ja. Maar ik bedoel, het blijft nog wel een tijdje liggen waarschijnlijk dan, zolang de werkgelegenheid nog goed is. Gewoon omdat mensen dan hun huis onverkocht laten. Ja, tenminste, ik ken ook mensen die wilden eigenlijk een huis verkopen op de piek van die Great Financial Crisis. Maar die hebben het gewoon jarenlang maar verhuurd of zo, omdat ze gewoon pertinent niet in prijs wilden zakken. En ja, als je dat kan doen, moet je huurders hebben of je moet een baan hebben. Maar dan kan je dat natuurlijk de hele tijd uitzitten. Ja, ik ken mensen die al invuren, ook met gas en zo. Maar ja, die gaan nu allemaal zwaar op hun bek omdat die brandstofprijzen allemaal door het dak gevlogen zijn. Hm. En die huurders, die hebben een vast huurbedrag, inclusief gas en elektriciteit. Dus ja. Wauw. Ga je ook op je bek. Ja. Maar goed. Ja, moeilijk te voorspellen allemaal. Ik vind ook elektriciteit nog steeds verbazingwekkend. Dat ik betaal daar meer dan 60 cent per kilowattuur. En je hoorde altijd heel vaak in de zomer. Nou, er is zoveel stroom door die zonnepanelen dat de prijzen negatief zijn. Nou, je hebt alleen maar zon nou. Er staan nog nooit zoveel zonnepanelen. En ik betaal 60 cent per kilowattuur. Hoe kan dat? Iedereen staat een elektrische auto aan het opladen met die dingen. Nee, ik denk dat er gewoon een heleboel gascapaciteit is afgevallen. Ja, kan ook. Was dat nou dat bericht, komt dat voorbij of was dat vorige week met die campings er allemaal doodziek van worden dat iedereen zijn Tesla aan het opladen is? Ja. Ja, dat is dan verhuur. Ook als je een Airbnb verhuurt of zo. Bij de... Dus ze bezwaar hadden dat ook, die hebben dan zo'n laadpaal erbij. En dat is natuurlijk wel leuk extra, maar je moet niet zeggen van nou, je kan gratis bijladen. Dan moet je wel een prijs aan hangen. Want anders dan krijg je dat mensen gewoon een nachtje blijven zitten om een hele Tesla op te laden. En dan maak je er nog verlies op ook. Bij zo'n camping heb je vaak ook van dat je een vast bedrag hebt en dan heb je elektriciteit. Ja goed, dan gaan ze er niet vanuit dat je je hele auto aan het opladen bent natuurlijk. Dus ja. Ja, gaat de prijs voor iedereen natuurlijk omhoog. Ah, maar goed, dan krijg je hele scheve dingen dan. Nou, ik probeer er dan altijd wel... Moet je weer naar een camping op zoek gaan die geen elektrische auto's tolereert. Ja, sommigen doen de prijs wel gewoon tot een bepaalde hoogte en dan de rest moet je bijbetalen dan. Hm. Ja, goed. Ik weet niet. Ja, als je een hele auto oplaat, dan zal dat wel echt heel veel meer nemen dan iemand die een beetje licht in zijn caravan heeft natuurlijk. Ja. En ik gooi er nog wel een tosti-ijzer tegenaan en zo voor 2000 watt. Dus ik ben zelf ook niet al te lief als ik op een camping ben, maar goed. Maar als het 29 graden in jouw caravan is, dan laat je het wel uit je hoofd een tosti-ijzer en dan neem je een ijsje. Neem je dan. Goed, ja. Het prikkenseizoen komt er weer aan. De GGD is weer aan het werven. Het prikseizoen. Gewoon een vast seizoen, Roger. Ik hoorde vandaag iemand die had op Twitter gelezen dat ze in Duitsland erover dachten om de mondkapjesplicht voor ongevaccineerden in te gaan voeren in de herfst. Dus als je gevaccineerd bent en je kunt het aantonen, dan moet je wel alle prikken hebben en alle boosters en alle shit. En dat moet je dan aantonen en dan hoef je geen mondkapje op. En als je dan een weigerwappie bent, dan moet je dat laten zien door zo'n kap te dragen. Oké. Okay. Dus ja. Ja, geen vergelijkingen met jodensterren maken. Het is heel vreemd hè, dat het nu toch overduidelijk is dat het geen zak helpt. Al die dubbel quad boost verhuren, ze hebben allemaal COVID gekregen, maar ze blijven toch gewoon doordrammen. Ja. Ja, en de mondkapjes zelf werken ook niet. Het werkt dus allemaal niet. Maar het is echt gewoon van, ja, je kunt al zien wie er niet braaf meeloopt, zeg maar, met al, die niet doet wat de overheid wil. Marking of the beast is het eigenlijk. Ja. Precies. Ik zag ook al een verhaal staan over Amerika. Daar hebben ze natuurlijk die
of zo'n meme, dat ze gaan 87.000 IRS agents aannemen. En dan zie je zo iemand zijn deurpost schilderen met BLM en de blue, thin blue line en allerlei regenboogkleuren. Zodat de IRS aan hun huis voorbij loopt. Dat is wel een leuke referentie aan dat Bijbelse verhaal. Ik weet niet wie dat nog kan herinneren. Dat, Maar horeca en even kijken hoor. De reisbranche zijn niet blij met de wervingscampagne van de GGD. Dus, hun hoge tarieven zijn oneerlijk. Ja. Ja. Met belastinggeld worden gewoon mensen uit de café en horeca weggekocht. Om vaccinaties te gaan doen. Die waarschijnlijk dan, ja, als ze het niet heel erg verplichten, ja, zitten die mensen gewoon duimen te draaien. Ja, en als ze het wel heel erg verplichten, dan ja, misschien dat, het dan, dat ze dan wel wat werk hebben. Maar ja, dan mag je dus naar een café toe waar er niemand is om je te bedienen. Dan heb jij je spuit gehaald. En dan kan je in een gebouw zitten waar je niks te drinken krijgt. Zo, maar misschien je eigen drinken meenemen. Ja. Ik was vandaag een collega die vertelde van haar ervaring in de priklocatie. En die zei, ja, er zat zo'n iemand die dan uit de horeca komt, die daar dan werkt voor 15 euro per uur. En die zat zich dood te vervelen. En die is 3 keer in een kwartier naar me toe gegaan om te vragen of ik wilde drinken. En misschien wordt de GGD gewoon het nieuwe café. Dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Dat je gewoon die GGD ombouwt tot café en restaurant. Ja, of priklocaties bij of voor het café. Gewoon... Ja. Gewoon prikken en daarna gezellig naborrelen. Tenminste, ja, een gedeelte wordt dan gelijk met de ambulance meegevoerd natuurlijk. Die er niet goed op reageert. En, Ze hebben stijve armen, die kunnen hun glas niet meer... gewoon niet meer optillen. En ja, de rest die opgelucht is dat ze het hebben overleefd, die nemen nog een lekkere borrel. Zo kun je dingen combineren, hè? Dus... Ik zit even die berichten te kijken. Een soort Russische roulette. De volgende keer je doorkomt. Ja. Maar het was dan ook in die Duitse media. Mainstream media. Dan hadden ze het over één ernstig geval van vaccinatieschade per 5000 prikken. Maar het ging dan wel om prikken. Dus mensen die dan 3 hebben gehad. Hè, dat is dan... 1 op de 1200 nog wat. Maar ze zei er ook bij, ja, het kon ook 1 op de 300 zijn. Ja. Maar dat 1 op de 300, dat is dan 1 op de 100 heeft dan een probleem. Weet je wel? Ja, als je 3 prikken moet hebben, dan is het 1 op de 100 met ernstige vaccinatieschade. Dat is nogal wat. Het punt is ook een beetje dat je die VAERS database waarin dat gemeld wordt, was van die verhalen gehoord van die zusters die dan per se alles wilden melden. Ja. En het is heel lastig gemaakt, het wordt heel moeilijk gemaakt om alles om het te melden. Want ja, er zitten een heleboel barrières in met je moet een nummer van papierwerk doen en handtekeningen enzovoort. En er was een zuster die wilde het toch gewoon per se doen. En die kreeg dan echt een telefoontje van HR, hè, van die had ze ook opgenomen. En dan werd dan niet zo gezegd van, hou daar eens mee op. Maar wel van, ja, we moeten eens praten. Want misschien dat jij de VAERS database... Het is natuurlijk goed dat het gerapporteerd wordt, maar het moet ook niet geoverrapporteerd worden. Maar de schatting is dat het een factor 10 onderrapporteerd is. Door die enorme hassle, zeg maar, negatief, de sociale druk om het niet te doen. Ja, en het was ook al vrij snel, kan ik me herinneren, dat met die menstruatiestoornissen, dat was zo enorm, dat was wel gewoon een beetje kennis van het volk geworden. Ja. Ik had laatst ook gehoord van iets van 40% had te dealen met een onregelmatige cyclus na spuit. Nou, dat is 4 op de 10. Dat is gigantisch. Maar toen hebben ze ook echt gezegd, dat kwam in de mainstream media, van
of ze alsjeblieft zouden ophouden met melden dat ze onregelmatig menstruatie hadden. Want ja, dat kon iedereen wel eens een keer gebeuren. En dan hou maar op met melden, weet je wel. Dat is echt een duidelijke oproep om niet meer dat te melden. Ja. En dat gebeurt dan terwijl het al ontzettend moeilijk is om je daar doorheen te worstelen. Dan, dan is het kennelijk nog te veel. Ja, precies. Dan moet nog minder. Terwijl normaal gesproken met een nieuwe of een medicijn in de testfase, want dat is het, dan heb je eigenlijk een beetje meer omgekeerde bewijslast. Dus dan, als er dan mensen problemen hebben, dan moet er uitgezocht worden of dat door dat experimentele vaccin komt, weet je wel. En, Robert Malone en die andere gast, die Curie, die zijn enorme cv's. Op dit gebied. En die zeiden ook van ja, normaal haal je een nieuw medicijn uit de roulatie als er 3 op de 1000, ik weet de getallen niet meer precies, maar vaccinatieschade is. Dan gaat het gewoon gelijk worden gezegd, je moet weten wat er aan de hand is. En dat was nou een factor 50 hoger of zo. En het was gewoon door. Dus je kan zo aan dat soort nummers al zien dat, ja, dit is gewoon absurd wat hier gebeurt. Als je het ook vergelijkt in Amerika, dan hadden ze toen met die varkensgriep, toen wouden ze 80% van Amerika ingeënt hebben. En dat was toen een hele strenge campagne ook. En ook inderdaad mensen die dreigden hun baan te verliezen en zo. Dus ook vrij heavy. En daar zijn ze toen opgehouden naar een paar honderd doden of zo. Of ik weet niet eens, het staat wel op Wikipedia. Maar helemaal niet eens zoveel doden. Maar dat was dan toch te gek voor woorden, vonden ze. En toen zijn ze, toen was 20% ingeënt van Amerika. En toen zijn ze gestopt met die campagne. En als je dat vergelijkt met nu, weet je wel. We hebben nog meer dan 100 keer zoveel doden. En het werd gewoon nog steeds gepusht, weet je wel. Dat is enorm verschoven van... Wat men nog te tolereren vindt. Ja, veel dokters weten ook niet wat ze... niemand durft denk ik in verzet te komen, want sommigen bang zijn dat ze hun vergunning kwijtraken. Maar het is natuurlijk wel... het is natuurlijk wel absurd wat er gebeurt. Ik denk dat menig dokter zich wel afvraagt van... Wat is hier aan de hand? Wat speelt hier eigenlijk? Wat zit hier nou echt achter? Is het nou echt alleen een geldbelang? Of is er toch iets, speelt er iets groters bij mee? Ah, die varkensgriep in Amerika was in de jaren 70, geloof ik. En dat was toen was Ron Paul, die was net senator. En die was er ook fel op tegen om iedereen verplicht te laten inenten. Maar dat was een beetje zijn... binnenkomst in de politiek. Ik kan het zo snel niet vinden, maar er was dan ook zo'n president die zich inderdaad op camera liet prikken en zo. Echt al dat hele verhaal wat we wel kennen, weet je wel. Dus ja. En maar toen, het grappige is dat de WHO toen zei van we moeten hiervan leren en we moeten niet zo snel meer iets een epidemie noemen. En die tikte Amerika daarmee op de vingers, zeg maar. Dat ze veel te snel een paniek zaaiden en er een vaccinatiecampagne tegenaan gooien. Ja, dat is helemaal raar. Als je nou wat ziet wat met die monkeypox aan de gang is. Hè? Wat eigenlijk gewoon een sexually transmitted disease is. En daar zitten ze overal. National of een health emergency is het opeens gebombardeerd. Ja, en dan was er nog niemand aan dood gegaan, maar dan hadden ze nou eentje in Spanje gevonden, die was monkeypox dood gegaan. Maar dat is ook nog gek, van het is, Maar ik zag zo'n gesponsord bericht, en dat heb ik ook op Wappieland gezet, dat vond ik wel heel grappig. Dat was alweer een campagne van zo'n sneufiguur, van ik dacht nooit dat het mij zou kunnen overkomen. En dat is toch nog een soort poging om er mensen bang te maken. Ik heb het idee dat het niet helemaal lukt of zo. Het is nog niet echt een hype, heb ik het idee, die monkeypox. Nee, ik heb ook het idee dat het nog niet echt loopt. Maar volgens mij kunnen ze wel
kunnen ze het wel doen als ze willen. Ze kunnen volgens mij alles hypen. Nou, maakt niet uit hoe gek het is. Ze krijgen alles er wel door. Ja. En dan hebben we nog de coronawet. Ja. De burgemeester toen net op de kritisch over zijn. Ja. Ja, dat is toch altijd weer het zogenaamde gevoel dat ze toch wel heel ernstig naar dit soort dingen kijken dan. Ja. Vervolgens krijgen ze drie gratis speelplaatsen van Den Haag en dan is het verzet gebroken. Ja. Eén gratis onderhoudbeurt van een weg. En oké. We hebben er genoeg naar gekeken en het... En je moet ook altijd kijken, die kritiek die ze hebben. Hè? Van, je leest dan vrij snel van, oh, ze hebben kritiek. Oh, goed, dat zo'n burgemeester kritiek hebt. En dan ga je dan helemaal doorlezen. En dan is de kritiek van, ja, maar we hebben gewoon niet genoeg dranghekken om al die parken af te zetten. of van, joh. We moeten meer handhavers hebben om, dat soort dingen, weet je wel. Dat, ja. Dat is meer kogels hebben. Om de demonstranten te kunnen neermaaien. Ja, moet dan over de inhoud hebben van die coronawet? Ja, ik heb die over die monkeypox nog. Ik heb dat boek van Robert Kennedy Jr. gelezen. Over de real Fauci. Dat is een interessant boek wel als je dat leest. Ja, daar werd ook gezegd dat het eigenlijk was dat het al eerder bij AIDS gebeurd. Hè? Dat ze AIDS detecteerden met een PCR-test. Er waren mensen die waren zo bang gemaakt. En die hadden nog geen enkele klacht. Dat ze maar gelijk AIDS-remmers begonnen te nemen. En die AIDS-remmers die maakten je juist ziek. Die verknalden je hele immuunsysteem. En dan kom je natuurlijk in een... En in het begin werd zelfs in zulke doses gegeven, dat AZT, dat je er gegarandeerd binnen een paar jaar aan dood was. Later hebben ze dat iets verlaagd. Maar iemand zei daarover dat het zijn vaak die homo's die echt die een paar keer per dag van partner wisselen. Die gebruiken ook heel veel van die poppers, was dat toen in ieder geval. En die poppers, dat werden poppers genoemd, zat een glazen ampul, dat had iets in en dan brak je dat en dan kwam er een gas vrij en als je dat inademde dan... ja, dan kon je de hele nacht doorgaan of zo. Maar het punt daarvan was een beetje dat die mensen die dat immuunsysteemproblemen kregen, dat waren mensen uit een bepaalde groep, dus die gebruikten heel veel drugs. En die hadden dus een heel verzwakt immuunsysteem en heel veel seksuele contacten. En dan elk virus, dat kan je gewoon nekken. En uiteindelijk hebben ze die hele AIDS-epidemie, wat in het begin eigenlijk alleen inderdaad voor die selecte groep homo's was die er last van hadden. Maar is het helemaal naar Afrika gegaan. En in Afrika waren dat opeens meer vrouwen die er last van hadden. Maar ze hadden gewoon, ze hebben eigenlijk gewoon die epidemie in de hand gewerkt. Het is een hele oude truc van als je geen epidemie hebt, dan, maar je hebt een klein beginnetje, dan ga je een medicijn toedienen die het veroorzaakt. En dan kan je het vanzelf opblazen tot hoe groot je het maar wil ongeveer. En, het is ook heel apart met die AIDS-toestand. Dat was dan inderdaad, het werd dan gekoppeld aan homoseksualiteit. Maar het was inderdaad meer in die party scene, ja. van die homo's. Die heel zwaar drugs gebruikten en inderdaad... En de hele nacht doorging, weet ik wat. En, eigenlijk hun immuunsystemen gewoon helemaal sloopten. En, maar dan kwam het op het verhaal dan in het Westen van ja, nee, maar dat kan ook hetero's kan het ook zijn. En dan was er dan weer een of andere acteur en die was dan hetero of zo. En die had het dan ook. En dan werd het een beetje... Maar dat is eigenlijk in het Westen. Want ik ken geen enkele hetero met AIDS of HIV. Daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar daar is... ECE, NWA. Wie? ECE, motherfucking E. NWA. Okay, ik ken hem niet, maar die moest dan waarschijnlijk uit de kast komen. Ah ja, nou ja, goed. Nee, die, dat was een hetero en die heeft AIDS dood gegaan. Ja, je had ook die Michael Jordan, toch, die had ook AIDS, maar
Eigenlijk is er nooit wat, ja. Maak het zorgen aan het AIDS? Oh. Of, nou, of maar goed, was een basketballer die had AIDS, maar die er was eigenlijk niks aan te zien verder of zo. Nou, of was alleen maar heeft getest of zo. Maar wat ik wou zeggen, toen in Afrika, hij had allemaal geen internet en zo, ik niet uit, maar in Afrika was het dan in één keer, iedereen had het daar. Begrijp je? Ja. Baby's. Meer vrouwen dan. Gewoon, er gingen gewoon hele hoge percentages van de bevolking ging gewoon dood. En dat was dan gewoon. Maar dat is ook gek, want toen dacht ik eigenlijk al van, wat is dat raar? We zijn waarom zou dat bij Afrikanen dan meer een epidemie? Hoe kan dat dan? Kan het überhaupt dezelfde ziekte zijn? Ja, maar goed, nu is dat naar buiten gekomen dat ze een soort vragenlijst in moesten vullen. En dat ze dan wel eens moe waren of hongerig gevoel. Ja. Nou, dan hadden ze al genoeg. Nou, dat is al genoeg punten gescoord om, dan heb je HIV. Begin nou alvast maar gelijk met dit. Ja, en dat zei die Robert Kennedy Jr. in zijn boek ook beschreven inderdaad. Een vragenlijst, ja. Dan had je binnen no time had je inderdaad HIV. En dan kon je maar beter dat medicijn gaan gebruiken, wat eigenlijk je doodvonnis was ongeveer. Hebben ze ook vrouwen eraan gekregen, ja. Maar eigenlijk vrouwen zijn wel eens moe en hebben hoofdpijn, dat weten wij. Ja. Als je seks wil hebben. Ja, het was ook zo dat bij COVID-19 is dat eigenlijk ook zo gebeurd. Dat klopt. Dat, want op een gegeven moment, ze gingen het ook bij COVID-19 gingen ze het ook gewoon steeds meer uitbreiden. Hè? Van, ja, eerst was het van je hebt een soort griepsymptomen. Nou, griep bestond dan niet meer en dan had je COVID. Of dan moest je maar laten testen en dan bleek het dan... Ja, de griep was helemaal verdwenen, ja. Maar ze gingen het steeds meer uitbreiden, hè. Van als je op een gegeven moment moe was of je had jeuk aan je neus of kriebels aan je teen. Nou, dan moest je ook maar laten testen. Het werd steeds gekker, weet je dat nog? Ze gingen... Ja, maar het werd ook uitgebreid in de zin dat kinderen, die hadden nooit ergens last van. En jongeren eigenlijk ook niet. Eigenlijk waren het alleen oudere mensen die toch al op omkukelen stonden die eraan dood gingen. En dan met veel triomf werd er dan naar voren gehaald als er dan iemand van 40 was of zo. Oh ja, dan heb je iemand van 40 en die is overleden aan COVID. En dan, maar ik vond het ook zo geniaal. Als je dan ging nakijken, dan was die daarvoor met een motor tegen een boom gereden of zo. Ja. Of, zelfs in New York was er eentje die was neergeschoten. Ik dacht dat van George Floyd. Nee, serieus. Ze hebben toen de hele voorpagina van de New York Times hebben ze volgezet met COVID-slachtoffers. Om ze te eren. Alle namen. Ja, toen. En toen slimmerik heeft het uitgezocht. En er zat er een bij. Die was doodgevonden in zijn auto. Met 3 kogels in zijn mik. Oké. Nou, wel een positieve test, denk ik dan. Maar... Ja, het komt met George Floyd. Dat is ook een COVID dood gegaan. Ja, die is ook een COVID dood gegaan. Ja, dan komen die agenten niet meer weg. Nee. Nee, maar wat ik wel het meest geniale vind is dat bij COVID had je ook geen. Je hoefde ook geen symptomen te hebben, hè? Om iemand anders ziek te maken. Ja, dus je moest je laten testen, ook al was je gewoon zo gezond als een vis en had je niks. Ja, ik heb niks. Ja, dan moet je wel laten testen, want. Ook al ben je helemaal niet ziek, kun je toch nog de ziekte overbrengen. Nou, dat hebben ze ook nog voor elkaar gekregen. Dat vond ik knap, hoor. Dat is een meme, zag ik van de... But I don't have any symptoms. That is one of the symptoms. That is one of the symptoms. We hebben in de chat nog een kijkerstip. Café Wildsmet met Kees van der Peil. De overheid is voor zichzelf begonnen. Dat is toch al? Ja. Nou, weet je, dus zo heb ik mijn zoon wel gek gemaakt. Van, van dat hij. Ja, je bent een puber. Ja. Nou, ik ben helemaal geen puber. Ja, een van de definities van een puber is dat hij ontkent dat hij een puber is. Ja. Nou, dat is een beetje hetzelfde trucje wat ze toegepast hebben. Ja, nou, briljant. Ja. Maar goed, volgende berichtje. Hangt een hakenkruisvlak langs de snelweg. En nou moeten we allemaal in rep en roer zijn. Ja, ik vond het wel zo apart. Want er was dan midden in de nacht was er een hooibaal in de fik gestoken. En een hakenkruis daarnaast. En nog voordat
voordat de brandweer daar was om het vuur te doven, was er al een fotograaf en die had dat op de foto gezet. Die op een of andere manier wist hij daar van tevoren. Dus dan ging dat iemand dat uitzoeken van, oh, dat is bureau zus en zo. En kan je even uitleggen waarom jij daar zo snel bij was? Yeah. En dan krijg je altijd bij die figuren dat ze gelijk van dader naar slachtoffer flippen. Hè? Gewoon moeiteloos. Het is gewoon, eerst zijn ze een enorme agressor en dan hebben ze het idee van, oh shit, ik word zelf aangevallen. En dan opeens zijn ze van, oh, ik heb, mijn kinderen zijn bedreigd. Nou, altijd de kinderen ook, hè? Altijd. Ja, opeens zijn ze slachtoffer geworden. Dat is, Maar heel snel. Ja, hij heeft kinderen. En de media, die media was altijd gewoon heel, heel voorzichtig in de zin dat ze zeggen, nazi-vlag gevonden bij boerenprotesten. Maar wij zeggen niet dat zij dat gedaan hebben. Die associatie is natuurlijk al gelegd dan, hè? Ja, weet je, iemand had uitgezocht van de foto's waren 3 minuten eerder genomen dan de melding binnen was gekomen. Die brandweer kwam pas later, maar eerst kwam er een melding. Maar er was nog geen melding geweest bij de brandweer. Ja. Maar het is ook maar een heel klein sneu fikje, hè? Ja. Het is echt net aangestoken, weet je. Want als je een barbecue maakt, dan heb je wat je kantenpapier, een beetje aanmaakblokje. En dan moet het nog beginnen eigenlijk. Hè? Want dan is het toch niet. Weet je, voordat je de grote blokken erop gooit. Nou, zoiets is het. En die nazi-vlag, die hangt er al. Ja, maar zelfs een vals vlek kunnen ze eigenlijk niet goed uitvoeren. Hè? Dat is eigenlijk gewoon. Ik vind het echt heel slecht. Je gaat dan minimaal de tijd veranderen. Je hebt daarvan die edit-programma's die de timing op je foto's kunnen wijzigen. En de locaties enzovoort. Maar nee. Ja, ik denk ook dat dit kan ook wel eens averechts werken. Want kijk, ik was vandaag, moest ik wel auto-onderdelen ophalen. En ik reed naar de Veluwe. En ik ging op een gegeven moment langs Zutphen en Deventer. En ik, door al die dorpjes, want A50 was afgesloten. En echt elke lantaarnpaal hangt gewoon een vlag. Hè? En hele rotonde zanger gewoon vol. Hè? Maar ook van die zakdoeken, maar je hebt dan ook zakdoekvlaggen. Dat zijn zakdoeken, die zijn net zo groot als een vlag. Mm. Die hangen mensen ook op. En wat mensen ook doen, is dan hangen ze, dan hebben ze van die, waar je de was mee ophangt, zo'n ronddraaiding. Zo'n staand wasrek. Wasdroger. Ja. Wasrek. En dan hangt helemaal vol met boerenzakdoeken dan. Dan heb ik daar behoorlijk rondgereden. En je weet niet wat je ziet. En dan heb ik ongeveer 10.000 vlaggen gezien. Maar daar hangt niet één nazi-vlag tussen. Hè? Gek, hè? Heel raar is dat, hè? Dus die nazi-vlag is helemaal niet populair, hè? Dus... Alleen midden in de nacht. Wie heeft er nou een belang bij om de goodwill die de boeren hebben, om die kapot te maken? Hebben de boeren dat? Mm-hmm. Nou, of is dat een andere partij die daar een belang bij heeft? Ja. Weet je, dat is hetzelfde als in Canada met die. Daar had je zo'n gast die dan met zo'n zuidelijke statenvlag rondliep. En die was als enige was die compleet gemaskerd. Die had een bivakmuts op. Ja. En dan als je aangesproken was, hey, wie ben jij, wat doe je hier? En dan rende hij snel weg met die ene fotograaf achter hem aangehold. Ja. Die dan volgens sommige mensen... Die hem bij zijn naam noemde. Hey, Frits, niet zo hard. Ja, die ook nog herkend werd als de huisfotograaf van Trudeau. Tenminste, dat ging rond. Maar ja, of dat zo is. Die fotograaf is ook weer gefotografeerd natuurlijk. Maar goed, dat ligt er allemaal zo verschrikkelijk dik bovenop. Maar ja... Maar dat was bij de Charleston ook al dat iemand die zei er van ja, Charleston, fakkeltocht, extreem rechts of zo. En dan zie je een vent met een nazi-vlag lopen, inderdaad. Maar dan zie je een heleboel foto's en het is steeds diezelfde vent. Dus er loopt één vent tussen met een nazi-vlag die ze gewoon de hele tijd gefotografeerd hebben. Maar niemand die ook gaat vragen van of na gaat zoeken van wie was dat. En wat deed jij daar? En wat zijn jouw connecties? En. Ja, soms de beroepsprotesteren of zo. Dat doen ze nooit. En dat is natuurlijk, ja, ik zou zeggen, dat is reuze interessant om te weten
wat dat voor figuren zijn. Maar ze hebben gewoon, dan is het gewoon, nou, het doel is bereikt. Dat is ook eigenlijk, het doel is gewoon die foto met zo'n nazi-vlag. Ja. En daarmee zink je de hele zaak af. Tenminste, alleen dat... ik denk dat het niet werkt. Weet je waarom niet? Omdat dit kun je doen met een groep die niet al te groot is. En dan zeg je van, ja, bijvoorbeeld een... een bepaalde groep voetbalsupporters of een bepaalde groep extreemrechtse figuren van kaalgeschoren idioten waar niemand iets mee te maken heeft. En ja, dan zeggen ze, maar weet je, het probleem als je het met truckers doet, iedereen kent wel een trucker. Ja. En behalve dat je ze soms om 4 uur 's nachts in een benzinestation een bal gehakt ziet eten. Ja, niemand heeft die associatie met, dat zijn neonazies, dat zijn truckers. Weet je wel, het zijn gewoon normale mensen. En boeren ook. Het zijn gewoon boeren. Het stikt van de boeren. Iedereen, ja, misschien in de stad hebben mensen nog nooit een boer gezien. Maar... En als jij dan in één keer het verhaal wil maken van... Ja, dat zijn allemaal neonazies, die boeren. Ja, dat is een lastig verhaal, denk ik. Dus ik denk niet... Ja, nee, maar daarvoor... Want, kijk, hier in die dorpen ook. Van, het is niet alleen die boeren, hè. Het is een hele economie, hè? Het is mensen die ook die melkflessen rondbrengen en die de voer voor de beesten aanleveren. En mensen die dan weer bij zo'n welkoop werken. En het is allemaal met elkaar verweven. Weet je wel? En om dan te zeggen, je hebt een heel raar volkje in Nederland, dat zijn boeren. Ja? Ja. En dat zijn allemaal neonazies. Ja, dat is een heel moeilijk verhaal om te verkopen, Peter. Denk ik. En als je dat dan zo gaat doen, met deze manier, dan kan het wel zoals een boemerang. Want ik bedoel, eigenlijk... Ja, goed, ik zit natuurlijk wel een beetje in een bubbel. Maar daar gelooft helemaal niemand dat dit van de boeren afkomt. Ja, en dan... Het zal maar uitkomen. Dat is ook de reden waarom de media een beetje slag om de arm hield. Van, ze hadden ook zo'n idee van, ja, straks... duikt er opeens een video op waarop de gast zit. Te zien is niet in de fik steekt of zo. Ja. En dan zijn we de Sjaak als we daar voor in gingen. Ja, we zijn toch al niet zo populair meer. Nee, ik denk ook dat het moeilijk is. En ook als dit hem niet is, want ik heb er wel van staan te kijken de afgelopen jaren. Hoe het lukt om de meest bizarre verhalen gewoon gemeen goed te maken. Het is wel mogelijk om hele absurde verhalen toch in de geheugentjes te prenten van de mensen, om ze toch geloof te krijgen. Dus het zou nog wel kunnen, denk ik. Maar ik denk wel dat ze een keer te ver gaan. Ja, dat ze gewoon, want elke keer dat ze daarmee wegkomen, dan gaan ze gewoon nog een keer verder gaan. En langzamerhand worden die trucendozen natuurlijk bekend. Misschien komen we daar ook nog wel een beetje op. Weet je wat ook het ironische is? Kijk, ik kom dus zelf een beetje van, ik kom uit Friesland. Hier op het platteland hebben natuurlijk heel veel boeren hebben Joden verborgen. En die hebben mensen uit de Randstad eten gegeven. En boeren hebben het eigenlijk best, die hebben best wel een hele goede cv als het gaat om de oorlogstijd. Hè? Ja. Redelijk goede cv. En om die nu te gaan associëren met nazi's. Ja, ik weet niet of dat bij iedereen in het goede keelgat verdwijnt. En ze hadden er misschien wat anders voor moeten gebruiken dan een brandende rainbowvlek of zo. Misschien dat nog gelukt was. Maar, ja. Ja, maar die boeren stonden ook bij de Pride, hè? Ja. Dat vond ik ook een goede actie trouwens. Maar dan mochten ze het niet werden ze niet toegelaten. Zo, er was ook een rechtse, de roze tractor of zo. Of nee, de roze leeuw. Ja, roze leeuw, ja. Ja, dat zijn homo's van de FVD. Ja, die werden een paar jaar geleden... nogal bejegend, ja. En het grappige was ook van die ene van de roze leeuw, die vertelde dat een Jensen, geloof ik. En die luisteren, zij zijn homo. Weet je wel? En er waren er wat van die vrouwtjes, en dat zijn homo-liefhebbers. Die vinden het leuk om homo's te kijken. Mm-hmm. Die zijn verder. En dat mag, hè? Maar die gingen dan tegen die echte homo schreeuwen dat ze op moesten rotten. Je weet af en toe niet wat je meemaakt. Ja. Nou, maar dat is eigenlijk bij de feministen ook een beetje gebeurd nu. Dat de originele feministen, die worden nou... De feministen werden al weggebonjourd als TERF. Dus het Trans Exclusionary Radical Feminist.
En omdat zij mannen niet als vrouw erkenden. En ja, dat heb je natuurlijk. Dat is al bekend met die zwemmers. En is dat al. Dus die van J.K. Rowling is daar een bekend feministe die helemaal de rug wordt toegekeerd. Omdat zij, zeg maar, is blijven hangen in het feminisme van gelijke rechten voor vrouwen. En niet is doorgegaan om die hele trans toestand erbij te halen. En die feministen die zijn eigenlijk uitgepusht. Maar dat zie je nou ook een beetje gebeuren bij die LGBTQ toestand. Dat de gewone lesbiën en homo's. Die worden ook niet meer. Die zijn ook transfobic. Want ik hoorde laatst een vrouw uit een lesbische podcast. Dat was op de No Agenda Show hoorde ik dat. En die zat in een lesbische podcast? Ja, een lesbische podcast had zijn clip van. En die lesbienne die zegt van, ja, ik krijg in mijn DM's, messages, allemaal haatberichten van trans vrouwen. Want als jij gewoon zegt, ik ben lesbienne en ik hou alleen maar van pussies, dan ben jij dus een bigot. Want er zijn ook vrouwen met penis, die zijn ook vrouw. En als jij dus lesbienne bent, dan moet je daar ook van houden, zeg maar. En dan moet je niet laten tegenhouden door iets zoiets kleinzerigs als dat die vrouw een penis heeft. En die lesbienne in die podcast, die zei, ja, maar daar moet ik helemaal niks van hebben. En nou, dan krijgt ze dus een volle laag over zich heen van die hele trans community. Die hele trans, dat is de speerpunt van de violence, zeg maar, van de agressie. En de eerste groep feministen en de eerste groep lesbians en gays, die worden nou gewoon uitgerangeerd door deze clubs. Ja, ja. Zij moet maar een beetje door de zure appel heen bijten. Het doet een beetje denken aan de Franse revolutie, weet je wel. Je hebt de revolutie, de koning wordt onthoofd en dan komen er een paar revolutionairen. Wij zijn de baas nou. En dan komt er vlak daarna komt er een club die nog radicaler is. Die zegt, nee, dat zijn verraders. En dat zijn, wij zijn de baas nou. En dan wap, dan gaan die hoofden er ook weer af. En dan krijg je dat de revolutie verslindt haar eigen kinderen. Dat er steeds radicalere groepen komen die de vorige groep het leven onmogelijk maken. Nou ja, dat zo met die deug. Je kunt nooit genoeg deugen, Peter. Nee, er komt een soort deugspiraal inderdaad. Ja. Van een wedstrijd van wie deugt er het meest. Ja. En dat is, dat wordt ook wel het Bose-Einstein condensaat genoemd. Cooling of group beliefs. Ja, de evaporative cooling of group beliefs. Ja, dat is inderdaad een artikel met die titel, geloof ik. En dat je krijgt een soort cult iets en daar heeft er eerst een bepaald gedachtegoed. En dan is er iemand die zegt van, nou, ik ben het wel over het algemeen eens, maar hier en hier ben ik het niet mee eens. Dus jij ligt eruit. Boom, knal, dan wordt hij eruit geknald. En wat er dan overblijft is meer radicaal, maar op een gegeven moment komt daar ook weer iemand die zegt van, ja, ik ben het wel eens, maar dit ene dingetje niet. Boom, gaat er ook uit. En dan krijg je een soort implosie. Wat doet denken aan, ja, dat hebben ze wel vergeleken met het Bose-Einstein-condensaat. Dat is een natuurkundig fenomeen dat je een klompje moleculen hebt en die ga je afkoelen tot het absolute nulpunt. En dat laatste stukje koelen, dat kan je doen door de meest bewegelijke moleculen eruit te knallen, of atomen. En heb je een laser en als er dan een hele enthousiast molecuul is, die heel erg enthousiast rond, die zorgt voor de hoge temperatuur, dan heb je een laser, boom, knal je hem die eruit. Wat er dan overblijft, is een stukje wat koeler is. En dan krijg je een heel raar verschijnsel dat je een op een gegeven moment een materie krijgt die hele rare eigenschappen heeft. En dat heet het Bose-Einstein condensaat. En dat lijkt met veel groepen ook te gebeuren. Dat ze knallen de meest kritische elementen eruit. Wat er overblijft is super conformistisch. Kan alleen maar met de groep meegaan en dan wordt het steeds erger eigenlijk. Op de grond van puriteitstesten wordt het gewoon tot implosie gebracht. Ja, goed, de filosofie wordt natuurlijk ook radicaler. Het is niet alleen dat iemand dan het licht ziet en zegt van ja, ik ben het daar niet meer mee eens, maar het blijft niet stilstaan, het wordt steeds gekker. Ja, en de realiteit en dan haakt iemand op een gegeven moment af.
En het komt ook inderdaad, dat als je lesbienne bent en je moet dan op een gegeven moment, mag je al niet eens meer zeggen van, ja, ik val niet op mensen met een penis, want zo heet het dan. Ja. Wat, jij komt op concentratiekamp wel door, Jan-Mark. Je weet precies welke termen te gebruiken. Ja, en dan zegt de andere, je moet niet zo kinderachtig doen, want mijn penis is, identificeer ik als een clitoris. En dat jij gewoon niet van een grote clitoris houdt, want dat is wat dat dan is. Ja, dat vind ik hate speech. Ja. Nou. Ja, het is niet de handhaven. Nee, je ziet dat ook bij Netflix. Was het Netflix? Nee, het was Warner Brothers. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, maar er was er weer een of andere woke versie van Supergirl of zoiets. Of Superwoman of zoiets. En dat was helemaal weer woke gemaakt. Catgirl. Zei je? Catgirl, geloof ik. Nee, volgens mij was het super. Nee, ik pak wel wat te drinken hoor, want anders ga ik kapot hier al. Ik ga het echt drinken. Ja, en die film, daar hadden ze al iets van $70 miljoen ingeknikkerd. En dat was een hele woke hoogstandje, want ze hadden. Die vrouw die was ook met een kleurtje en die was nog lesbisch of zo. En ze hadden de hele. Ze hadden gewoon de hele woke toestand hadden ze uitgevoerd met. Er is een nieuwe directeur gekomen bij Warner Brothers. Omdat het financieel niet zo lekker ging. En die heeft gewoon gezegd, ja, 70 miljoen. Boom, hup, gaat gewoon een streep erin. En niet eens dat we het direct op naar video release of zo en de theaters bypassen. Nee, het wordt gewoon allemaal vernietigd. Het was zo slecht dat er zoveel reputatieschade over Warner Brothers zou komen dat ze gewoon het hele ding maar niet releaseden. En daar is er nog eentje van. Er is er nog eentje die ook zo'n woke experiment. Die is ook gecanceld. Okay. En dat geeft toch wel aan dat er financieel een beetje wel het schip begint te keren. Dat ze op een gegeven moment toch wel denken van ja, het is wel mooi al die ideologie, maar als we heel lang verlies draaien, kunnen we dat ook niet uitleggen aan onze aandeelhouders. Volgens mij was het gewoon de vrouwelijke Batman. Batgirl of zoiets. Hey, ik zal het even opzoeken. Ja, en dat ook nog ophef dat. Maar er zou nog een gay versie van Rocky moeten komen, vond iemand. En daar was Sylvester Stallone niet zo blij mee. Okay, Warner Brothers cancels 2 major motion pictures, nearly $130 million lost. And the first is, Batgirl Leslie Grace. The second movie is Scooby-Doo movie. Oh, yeah, it's toch Batgirl dan, ja. Ik dacht dat iets met Supergirl was. Scooby-Doo, yeah. Woke? Huh? Wat? Je kunt alles woke maken. Dat is een hond. Ja, maar hij is nou transseksuele, gender neutral, race handicap dog. Dat is een hoofdstuk, joh. Maar ja, het is, ik denk dat het wel degelijk en een beetje. En niet meer in een bus, hè? Want ze zitten in zo'n dieselbus. Nou, ik kan het niet meer. Hè. Ja, en Warner Brothers is natuurlijk niet zo groot, dus die kunnen ook misschien dan niet zo heel veel hebben. Maar ik hoorde al zeggen van, ja, er zijn bedrijven zoals Disney en die kunnen misschien nog wat meer klappen opvangen. Maar die gaan ook een keer de tering naar de nering zetten. Men is het gewoon zat, denk ik. Het publiek is het gewoon zat, deze formule. Ja, iemand die het hiervan niet zat is, dat is deze Utrechter. Want die wordt stinkend rijk, dankzij de gemeente, bijna €1 miljoen aan dwangsommen is de zak. Ja, ik vind het wel een mooi verhaal, omdat het is iemand die even kreeg te horen dat zijn woningen, geloof ik, die verhuurde, die waren niet helemaal up to snuff. Dus al waarschijnlijk op één verdieping geen koolmonoxide melder gezeten hebben of zo. En toen...
Dan heeft hij bezwaar aangetekend. En dat moet binnen een bepaalde tijd worden beantwoord. En dat werd het niet. En nou, dan ging nog een keer bezwaar aantekenen. En een heleboel bezwaar aantekenen. En het werd allemaal niet beantwoord. En op een gegeven moment ging hij daarover een procedure aanspannen. Dat ze zich niet aan de wet hielden. Door niet te antwoorden op tijd. En daar krijgt hij dus 1 miljoen euro krijgt hij daardoor aan dwangsommen van de gemeente. En dan moet ik wel zeggen, er werd ook bijgezegd dat het was wel uitzonderlijk hoog. Het is niet gegarandeerd dat je zelf zoveel geld kan binnenhalen als je dit trucje haalt. Ja, de connecties. Ik heb ook het idee dat ze proberen er een beetje van regulering proberen ze een windgevoel te creëren. Net zoals ze van vakantie proberen een verliesgevoel te creëren. Van, oh, het is een vreselijk om vakantie te gaan. Heb ik het idee dat ze voor regulering nou, dat je denkt, oh, daar kan je miljoenen mee verdienen. Met bezwaarschriften enzovoort. Dus ik wil meer regulering, want dan kan ik nog meer aan verdienen. Zo'n gevoel heb ik hier een beetje bij. Ik denk dat over het algemeen is het natuurlijk een verlies voor veel mensen die hebben een pand en proberen te verhuren. En dan voldoet het opeens niet meer aan de altijd hoger worden de reguleringseisen. En dan, dan zijn ze over het algemeen de sjaak met een enorme verbouwing bijvoorbeeld. Ja. Waarna wordt gezegd van ja, je mag niet verhuren. Je moet er of zelf in wonen of verkopen. Ja. Dus ja, dat gevoel had ik hier een beetje bij je. Ja. Ja, maar het volgende bericht. Niet zo'n leuk bericht. Het is een GroenLinksraad. Dit, dat overleden is tijdens vakantie in Thailand. Ja, ik moet dan, er staat natuurlijk niet bij van dat ze net een vax had genomen. Maar ja, je gaat op vakantie en je moet toch zo'n spuit nemen om daar binnen te komen. En ze overleed in wel, hè? In de week, ja? Het zal wel, ja. Ja, het zal wel zo, ja. En ze overleed in het zwembad. En dan lees je de geboren en getogen Huizense studeerder gendergeschiedenis. Dat is niet eens genderwetenschappen, de geschiedenis van gender. Ja, er zal al heel wat boeken over geschreven zijn, over de gendergeschiedenis. Aan de Radboud Universiteit en werkte enige tijd bij de zorgverzekeraar Mendis. Sinds september 2021 als adviseur bij het ministerie van Defensie. Hij was raadslid voor de lokale partij Lingewaard. En nu zat ze dus bij GroenLinks. En het is natuurlijk alle berichten, de reacties eronder waren, oh wat vreselijk, wat een groot verlies voor de maatschappij deze persoon. Ik denk dan altijd van, misschien zijn het onze mensen wel die dit hele vaccin ding zitten te pushen. Die gewoon even een genetische zuivering aan het regelen zijn. Ja, dat is dan een sudden death syndrome waar ze aan overleden is. Ja. Ja, is unknown, er al een unknown causes, hè? Unknown causes, dat is een hele grote. Maar is er al, dat heerst nogal, sudden death syndrome, heerst een beetje. Is er al een vaccin tegen sudden death syndrome? Ik heb nog niet op een idee. Nee, maar weet je wat grappig is? Wat, die theorie hoorde ik bij Jeroen Pols en Willem Engel van dat gordelroos werd ook wel ten onrechte gediagnosticeerd als monkeypox. Ja. En je had meer kans op gordelroos als je gevaccineerd was. Ja, die shingles. De shingles is dat gewoon in het Engels. Hè? Tenminste, ik had het Engels gelezen. Ja, dus met andere woorden, dat is briljant. Je krijgt gewoon een bijwerking door dat prikje. Dat is gordelroos. Ja. Nou, dat noem je dan anders. Monkeypox. En dan moet je weer een nieuw vaccin tegennemen. Dan heb je een nieuw vaccin. En dan moet je. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, maar dat is eigenlijk het hele principe wat Robert Kennedy Jr. in dat boek uitlegt. Zo gaan ze inderdaad te werk. En ook andere dingetjes als van. Je bent pas effectief gevaccineerd na 2 weken. En dat betekent dus dat als er meer mensen doodgaan, dat maakt niet uit. Maar als ze niet doodgaan aan de COVID, dan werkt het dus tegen COVID.
Dus als jij compleet cyanide inspuit en ze gaan allemaal dood, dan gaan ze, niet dood aan de COVID. Dus werkt het tegen de COVID. En dat is een hele, ja, dat komt kennelijk gewoon, wordt dat statistisch geaccepteerd. Er wordt niet naar death of all causes gekeken. Dus hoeveel mensen gaan er dood in de controlegroep en hoeveel mensen gaan er dood in de mensen die het vaccin nemen. Nee, ze kijken alleen naar hoeveel mensen gingen er aan COVID dood in de controlegroep en hoeveel mensen gingen er aan COVID dood in de vaccinatiegroep. Dus als je aan iets anders doodgaat, als je je hart ermee ophoudt of je lever stopt er gelijk acuut mee, dat maakt niet uit, want dan werkt het nog steeds tegen COVID. Ja, en in zijn boek noemt hij gewoon allemaal dat soort trucendozen die ze gebruiken. Het is, ja, dat is niet meer. Daarom is het misschien helemaal niet zo'n slecht idee van dat sudden death syndrome, dat is nou helemaal trending. Ja, en om dan daar een vaccin... Mark Stein die zei het ook van... wat is nou het symptoom van sudden death syndrome? Nou, de ene dag ben je helemaal gezond. Ja, en daarna ben je dood. Dat is het symptoom van de ziekte. Dus ja... Ja, het was ook zo grappig, het is in triest... maar er was een krantenbericht van een... dat was volgens mij een gewichtheffer. En het krantenbericht was van een scepticus tegen vaccinatie stierf van COVID-19. Nadat hij uiteindelijk de prik had genomen. Dus hij was gezwicht. En waarom niet? Maar het was zo'n gedoe om die prik niet te hebben, om nog dingen te kunnen doen. Dat hij dan, nou, wel goed, doe dan die prik maar. En hij stierf gelijk. Mm. Of 2 dagen later. Maar het werd in het nieuws gebracht van hij is doodgegaan aan COVID-19. Ja. En het werd dan ook nog gezegd van COVID-septicus sterft dan COVID-19. Oh. Ja. Dat was de kop. Ja. En als je doorlas, dan ja. Wat nou, niemand doet. Het zijn een stel ratten, ja. Het is ongelooflijk, ja. Ja, ik hoorde zelfs iemand zeggen dat de Forbes, die had gezegd, vaccins... vaccins daar beschikbaar zijn voor climate change. En ik denk, toen ik dat hoorde, denk ik van, ah, dit geloof ik even niet. Maar Babylon B. Ja, dat is inderdaad wel een titel. Vaccines are evaluated with clinical trials. Climate sciences uses peer review. Maar ik weet niet, ik kan me haast niet voorstellen dat dit klopt. Ik denk dat het fake news is tot ik iets anders zie. Maar ze hebben natuurlijk wel, het hele vaccin is ook opgericht in de zin dat ze ook vaccins op een gegeven moment tegen kaalheid hadden en tegen alcoholisme, tegen kanker. Dat vind ik allemaal van, oh wacht even, dat was toch altijd een virusziekte? Zijn toch geen virusziekten? Of is dat opeens alcoholisme is een virusziekte geworden of zo? Ja, toch ook pilletjes tegen pijn? Pilletjes tegen pijn, dat geloof ik wel, ja. Er is een vaccin tegen volgens mij baarmoederhalskanker. En dan gaat het dan om dat er een soort iets van een... Ja, HPV. Er is iets wat het herpesvirus volgens mij. Dat triggert dan later. Precies, ja. Exact. Ja, ik weet niet of het werkt. Ik moet wel zeggen van... dat was nog in de tijd dat ik er eigenlijk nog niet zo heel erg zwaar over nadacht. Nou, toen waren trouwens de vaccins ook nog vaccins in plaats van gentherapie. Maar het is, bij mij heeft het wel het effect van door de afgelopen toestand van... Dat ik nou overal, ja, nu denk ik overal over na. Van, weet je wel, ik heb nou bijna zoiets van, nou, bewijs is maar eens of ik het echt nodig heb en of het wel echt... goed voor me is, weet je wel. Als alle media en de hele kathedraal gelijk begint, of het orgel begint te romen, dan ga ik er eigenlijk altijd vanuit het tegenovergestelde waar is, tot het tegendeel beter is. Ja, maar het idee ook van ik had eigenlijk nooit zo gehoord van vaccinatieschade. Ik dacht, nou, wat is dat dan? 1 op de miljoen of zo, of weet je wel. En, maar ja, goed, ja, als je dan op een gegeven moment hoort van dat dingen gewoon onder de pet worden gehouden, dat gebeurt al 40, 50 jaar. Alleen, nu is alles nog erger dan misschien dan het was. Maar ze gingen in Amerika er sowieso al van uit dat hooguit 5% van alle meldingen echt
werden geregistreerd van vaccinatieschade. Gewoon van al, sowieso al 4%. Dus er wordt, wat ja, ze hebben er weinig belang bij natuurlijk. En zeker als je in een systeem zit van dat je nog gewoon schadevergoedingen moet gaan betalen, ook misschien als bedrijf. Ja, dan kan je misschien goedkoper de juiste mensen omkopen in een bepaald instituut of weet ik veel wat. Ja, het is sowieso dat die Pfizer en Moderna, die zijn allemaal vrijgesteld van rechtsvervolging. Die hoeven nooit wat uit te betalen. Nee. Ja, dan hebben ze zogenaamd een ander fonds of zo. Maar dat is weer net zoals het AOW. Dus een fonds waar geen geld in zit natuurlijk. Wat, Ja, voordat ze zo ver waren, dat al die politici daar een kruisje bij zetten van oké, die bedrijven zijn niet verantwoordelijk. Ja, hebben ze ook al natuurlijk al gewoon mensen moeten. Ja, nou, dat hoeft dan niet omkopen te zijn. Het kan ook gewoon dat je iedereen een leuk baantje geeft. Of dat mensen met leuke baantjes ergens komen. Of dat er weer contacten zijn tussen die en die. Maar het is natuurlijk een proces van jaren om uiteindelijk gewoon al die Food and Drug Administrations vol te krijgen met de juiste mensen. En, ja. Het is een heel subtiel proces van precies de juiste taal gebruiken en vlaggetjes en metaforen en nudge, nudge, wink, wink. En, Ja, kennelijk is die WHO dus ooit ook een keer oké geweest dat ze dan Amerika op de vingers hebben getikt in het begin. Toen waren ze misschien nog niet zo groot en machtig. En op een gegeven moment dan wordt zo'n WHO ook interessant. Oh, wacht, daar kunnen we ook wel wat mee doen. En die is dan wereldwijd, heeft hij een bepaalde, hoe noem je dat, autoriteit. Nou, dan koop je die WHO gewoon. Maar dat is, dat is nu niet meer voor te stellen. De WHO zegt van, jongens, niet te snel panikeren. hier moeten we van leren, weet je wel. Ja, en ik denk dat het dan ook wordt het ook een strijd van wie geeft er het meeste geld aan. Hè? Als de WHO de autoriteit heeft, en de autoriteit is eigenlijk op dit gebied, ja, dan gaat al het geld gaat daar naartoe. En dan zullen er twee dingen gebeuren. Er zullen concurrerende instituten komen die ook proberen de autoriteit te worden op het gezondheidsgebied. Zodat zij dat ook kunnen verkopen. En er zullen ook andere kapers op de kust komen die gaan proberen een hoger bedrag neer te leggen om die WO om te kopen. Ja. Ja, het werkt twee kanten op. Die WO die weet zelf als ze meer autoriteit hebben dat ze ook meer omkopingsgeld kunnen krijgen. En de omkopers hebben ook weer een belang, want die kunnen meer dingen realiseren via die omgekochte WO en hebben daar meer geld voor over dan zoiets. Maar er gebeurt hetzelfde, denk ik. Uiteindelijk word je bij CNN bijvoorbeeld ook ziet. Dat is dan een autoriteit en die gaan dat verkopen aan de hoogste bieder. En dat lijkt een soort gratis stroom van inkomsten. Van nou, we pompen gewoon wat propaganda de lucht in. Naar onze volgers. En daar krijgen we voor betaald. Maar het punt daarvan is dat je reputatie opeet. Ja, en dan heeft er niemand er meer geld voor over. Nee, want je hebt gewoon maar een kleintje. Publiek. Ja. En dan moet je geloofwaardigheid terug gaan winnen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar ik denk dat dat. Ja, het is wel. Ook werd laatst bij Davos besproken. Er waren wel een heleboel werkgroepen erover. Dat de elites onderling wel heel veel elkaar steeds meer vertrouwden, maar dat ze de bevolking kwijt waren geraakt. En dat het de band met de bevolking moest worden hersteld. En ik denk dat dat inderdaad een probleem is waar ze mee zitten, dat ze zich heel erg hebben gefocust op van we krijgen alle ducks on a row, maar dat ze te makkelijk gedacht hebben van nou, we krijgen iedereen wel mee met onze boodschap. Dat is geen probleem. Als we de elites hebben, hebben we de rest ook. En ik denk dat dat toch wel tegenvalt nou. En dat ze gaan proberen weer wat geloofwaardigheid terug te winnen. Het is ook een probleem als jij bijvoorbeeld. Er is enorm veel geweld gebruikt in de westerse wereld. Om die vaccins of die prikjes door de strot te krijgen. En mensen hebben dat dan maar gedaan. Ja, anders heb ik geen leven meer. Ik kan niet meer reizen, kan niet meer werken. Ik kan helemaal geen kut. Nou, doe ik het maar. En dan, je ziet al met die booster die er nu is, en er zit geen dwang achter,
Dat mensen hem gewoon niet nemen. Ze nemen hem gewoon niet. Dus het probleem dat ze nou hebben gecreëerd is dat elke keer... Nu moeten ze dus wel geweld gaan toepassen. Ja. Want op basis van het is heel goed voor je, doe nou maar gewoon. Slik het nou maar. Nou ja, dat werkt nou dus niet meer. Want zoveel geloofwaardigheid zijn ze wel kwijtgeraakt in ieder geval. Voor de laatste bleek dat er polio gedetecteerd was in het afvalwater in Londen of zo. En iemand weet dat eraan, die zegt, ja, de angst voor de traditionele vaccins is ook toegenomen nou. De geloofwaardigheid in de traditionele vaccins is ook afgenomen. En dat kan ik bij mezelf ook merken. Dat ik denk van ja, maar als dit bullshit was, waarom zou die eerdere dan wel helemaal risicovrij zijn? Ja. Ja, hetzelfde met het AIDS-verhaal, van dat je met terugwerkende kracht dan gaat kijken, ja, maar wat is dat toen eigenlijk gebeurd, weet je? Ja, anders had je er misschien niet. Ja, dan. Maar. Volgende bericht. Ja, en het vorige was ook eigenlijk een beetje holiday scare, hè? Dat was iemand dood uit vakantie. Ja. Wat er ook onder. Ja. Overigens wil ik wel even zeggen, het is natuurlijk hartstikke erg dat ze overlijden is. Dus gecondoleerd, mocht iemand van de familie luisteren. Gecondoleerd, hartstikke oprecht. Dit is ook holiday scare. We nu gaan wandelen. Overigens in de categorie holiday scare had ik nog een heleboel dingen kunnen posten hoor. Want het was echt niet het enige wat er kwam. Er kwam ook weer een heleboel voorbij zetten. Klopt. Deze valt er ook onder. Er is in Spanje een wet aangenomen. En dat houdt in dat de airconditionings niet lager mogen dan 27 graden in de zomer. En de verwarming mag niet hoger dan 19 graden in de winter. Ja. Voor de energiebesparing of zo? Of iets. Ja, vanwege de aarde die gesloten gaat of zo. Vanwege de global warming wordt de airconditioning beperkt. Wil je nagaan, dan zit je in een hotel in Spanje. Midden in de nacht, 27 graden. Niet lekker slapen, nee, 27. De vraag is dan een beetje, zeg maar, stel jij koopt er een huis. Het wordt steeds minder aantrekkelijk. Hoewel... Af en toe zie ik wel eens van die huizen voorbij komen in Spanje. En denk, nou, het zou wel leuk zijn om een tweede huis te hebben of zo. Hoewel ik niet zo'n Spanjeganger ben. Ik moet er nog even een Mannix overleggen. Ja. Maar dan denk ik, steeds weer van, ja. Je mocht ook, veel Britten mochten niet meer naar een huis toe op een gegeven moment na de Brexit. Want dan moesten ze een formuliertje ondertekenen wat ze alleen konden krijgen in Spanje. Maar ze mochten Spanje niet in, dus ze konden het formuliertje niet krijgen. Zo'n soort catch-22. En ja, op een gegeven moment, als je daar alleen maar met de vaccinpaspoorten en zo misschien nog naartoe mag, en dan je airconditioning niet aan mag doen, dan wordt het gewoon steeds onaantrekkelijker. Voor hotels. Dit is alleen voor hotels, dit? Ja, het is voor hotels. Ja. Oké. Het is wel hotelpesten, dit natuurlijk. Ja, dan is het een huisje huren misschien een goed alternatief nog. Ja, misschien geldt er daar ook voor, hè? Commercieel gebruik van een huis. Ja, nou ja, je kunt wel een caravan of een camper kunnen een airco hebben. Die kun je zo hard zetten als je wil. Ja, misschien een ventilator, hè? Dat mag dan wel, denk ik. Ja. De hotelkamer met die ventilator aan het plafond. Kijk, het hangt een beetje van het gebouw af. Je hebt natuurlijk in Spanje natuurlijk ook gebouwen met hele dikke muren die vrij cool blijven natuurlijk. En, misschien weten ze dat. Ja, het is dan... die airco die staat dan op een gegeven moment ook bijna uit dan. Want als hij mag het dus ook niet van 27 naar 26 brengen. Snap je? Dus hij, op een gegeven moment dan staat hij dus ook gewoon uit. Of iets. Ja. Jullie moeten allemaal weer de ventilatoren gaan neerzetten. Ja, want dan blaas je gewoon de warme lucht heen en weer. Ja.
Ja, weet je, wie controleert het, hè? Ja, dat is een goede vraag, ja. Maar dat zijn allemaal slimme meters, hè? Van die, hoe noemen we dat? Ook al de slimme thermometers die dan, oké. Ja, en ik denk dat je als hotel daar moeilijk onderuit komt, want je kan gewoon een keer een gast krijgen en die zegt, de airconditioning stond op 25. Ga je aangeven of zo. Dat is in Amerika is dat al een sport met die Americans for Disabilities Act. Dat jij zegt, het zwembad was niet diep genoeg of zo voor gehandicapten. En dan boom, kan jij een schadevergoeding krijgen. Je weet toch gewoon, je klanten zitten gewoon een heleboel verraders onder die graag een graantje meepikken van de schadevergoeding. Dus je kan dat als hotel kan je dat soort dingen niet veroorloven. Ik moet een beetje denken aan, ik heb eens een keer wat gelezen over waterpolo in Nederland. En dat werd in het begin werd dat nog in de zomer gehouden met buitenbaden. En dan was er een regel, dan moest het water een minimale temperatuur hebben. Dat mocht niet kouder zijn dan zoveel. Anders dan ging de wedstrijd niet door. En dan ging er zo'n thermometer, die ging dan het water in. En wat ze dan wel flikten was gewoon een keteltje met kokend water bij de thermometer erin gooien om de temperatuur op de meter, weet je wel. En ik denk als je gewoon allemaal dit soort regels maakt, gaan mensen ook weer creatief proberen ze te omzeilen, denk ik, op een of andere manier. Zo'n slimme thermometer trouwens, hè, want die hoorde ik net. Wat? Wie is dat? Ja, ik ben nog aan het eten, dus ik ben er maar half bij, maar... Die slimme thermometer die ik heb, doe ik morgenochtend een meting. En dan zegt hij, jij hebt gisteren Vrijheidsradio gehad, want het zijn bonen met tonijn. Zo'n slimme thermometer. Dat is wel heel slim, ja. Maar leuk dat ik er weer ben, jongens. Ja, dat vind jij. Ik heb net een film geüpload, dus daarom wil ik... Wij schrikken ons een hoedje. Wel, ik ben perfect op tijd, want ik zei in Telegram 9:30, dus ik heb het precies gered. Ja. Ik heb vandaag met een pruik op het water gezeten als clown. Ik heb het, als jullie nog een man met lippenstift willen zien, dan is er op mijn YouTube kanaal weer wat te bekijken. Is het nou dat floating festival op dit moment, Josie, of niet? Nou, dat is aankomend weekend inderdaad. Ja. Oké. Maar ik ga er zelf niet heen, want ik ben er vorig jaar ook al uitgesmeten. Dat is ook allemaal te zien op het YouTube kanaal. Waar ik net naar verwees. Ik zal het nog even... Dan smijten ze een clown? Smijten ze uit een libertarisch festival? Ja, ik was niet eens als clown. Dat is nog het ergste. Nou ja, dat leek me dan helemaal mooi. Gewoon een zeg maar een anarcho-kapitalistisch libertarisch festival waar ze een clown eruit bonjouren. Dat vind ik wel... Je hebt wel rare clowns natuurlijk, hè? Horrorclown. Josie de horrorclown. Ik durf niet te zeggen dat alle clowns... ik ga niet voor alle clowns mijn hand in het vuur steken. Maar nee, ja. Ach, ik ben er... Het is ook zo tussen... Johan die weet dat wel, want die is hier een keer geweest. Maar tussen Sombor en Apatin is de weg opengebroken. En dan moet je omrijden en dan ben je meer dan een uur bezig. Terwijl normaal is het 15 of 20 minuutjes... Maar dan moet je helemaal over het andere dorp. Nou, kost je een halve benzinetank. En ik weet toch al wat er aan de hand is. Want het is een met muggen geïnvesteerd bungalowpark. Waar ze alle locals proberen te paaien met een leuk feestje. Zodat ze een foto kunnen maken en kunnen zeggen, kijk eens hoe druk het is. Maar ik hoef er zelf niet per se te komen. Want je kan er ook geen bier kopen met Liberlandmunten bijvoorbeeld. Dat heb ik vorig jaar geprobeerd. En toen werd ik eruit geflikkerd. Want ik zit hier nog met 30.000 euro aan Liberland geld. Dus ik denk, koop er een biertje van. Maar dat dat was natuurlijk niet Fitz zijn bedoeling toen hij mij dat geld gaf. Dat ik er ook ooit een keer bier van kon kopen op zijn festival. Dus, okay. Ik ga er zelf niet heen van het jaar. Maar het wordt heel gezellig. Ze hebben een aantal bekende lokale artiesten. En dan gooien ze voor dumpprijzen wat kaartjes op de markt. En dan hopen ze... Dat er volk op afkomt. En hij heeft natuurlijk zijn eigen clubje met Tsjechische vrienden die die geld toeschuift. Dus die komen ook allemaal, want ja, die krijgen ervoor betaald. Dus. Nee, die moeten er zijn. En verder,
heb ik net een filmpje gedeeld, dus dan kunnen jullie verder zien wat er allemaal aan de hand is. Ik zeg op mijn beurt, je wordt niet vrij door een muur te bouwen. En we hebben gewoon mensen nodig in plaats van een paar statists die juristje gaan lopen spelen. Inderdaad. Maar ik ben nog aan het eten. Dus ik denk dat ik even mute. Ik heb me wel in beeld deze keer. Want ik denk ja. Anders krijg je dus ook een wilde dag. Er is geen reden om op mute te zetten. Want Johan zit de hele uitzending al te eten. En, Johan weet. Ik heb mijn eigen standaard. Hè. Ah, oké. En ik zit maar te wachten op het volgende bericht. Maar ik weet het sorry. Ja, laat het volgende bericht maar even aankondigen. Dit is, hier waren we trouwens. Ik ga dan weg. En dan het volgende bericht toe, hartstikke idee. Oh, fuck. Het volgende bericht is why military aid in Ukraine may not always get to the front lines. Ja, en dat is inderdaad het volgende bericht, was inderdaad dat CBS dat eraf gehaald heeft. Dus daarom kon ik hem niet weergeven. Ja, maar ik krijg hem nog steeds, geloof ik. Nee. Editors note, this article has been updated to reflect the changes since CBS reports documentary Arming Ukraine was filmed. And the documentary is also being updated. Jonas Oham said the delivery has significantly improved since filming with CBS in late April. The government of Ukraine notes that the U.S. Defense Attaché Brigadier General Garrick Mahernon arrived in Kiev August 2022 for arms control and monitoring. Yeah. CBS had eigenlijk gezegd van, hey, dus maar 30% van die wapens wat ook echt aan het front aankomt. En de rest het verdwijnt ergens, valt van de vrachtwagen af. De overheid van de Oekraïne tekende gelijk ernstig bezwaar aan. En het resulteerde erin dat CBS gelijk de zaak poelde. Ja, die had het gelijk terug. Oh jee, de overheid van de VS tekent, van de Oekraïne tekent bezwaar aan. Dan trekken we het gelijk terug. Ik had ook gehoord dat je op de dark web wapens kon kopen. Van, die aan Oekraïne waren geleverd. Ongetwijfeld. Dat is, dat is misschien wel geinig. Voor een second amendment zit er toch niet in hier in Nederland. Dus het moet maar illegaal. Dat je zo'n HIMARS systeem achter in je tuin hebt staan. Ja, zo'n Stalin orgel of een vlammenwerper. Of een, ja, ik weet niet, tank. Ik weet niet wat je allemaal kunt krijgen. Ja, die keuringseisen voor die oude auto's, die worden steeds strenger, merk ik wel. Ik word er net te gek van. Misschien moet ik maar zo'n tank hebben. Misschien dat het makkelijker door de keuring te krijgen is. Maar er is ook nog een VN-chef die... kijk hoor. In een woede-uitbarsting heeft hij gezegd dat er een soort belasting... op de groteske hebzucht van oliegasbedrijven moet komen. Ja. Dat zie je ook in de Nederlandse media, zie ik het naar overal. De multinationals maken schandalige winsten terwijl wij het maar arm hebben. En ja, het punt is natuurlijk dat olie en gas heeft nou even een keer een goed jaar. Ja, maar het maf is ook dat ze dan rekenen ze van zo'n Shell maakt er zoveel miljard winst. Dat gaat wel over alle bedrijven in de hele wereld. Eigenlijk zeggen ze van ja, daar willen wij een gedeelte van hebben. Dat is natuurlijk al belachelijk. Maar wat ook belachelijk is, dat je dat helemaal niet schaalt. Alsof als je Shell nou ophakt in 100 kleine bedrijfjes, dan maken ze allemaal onder een miljard winst. Is het dan opeens wel oké? Okay? Je moet het toch naar de hoeveelheid omzet afmeten. Of de hoeveelheid inkomsten die ze hebben van zo'n bedrijf. Net zoals als je zegt, ja, de burger in Nederland verdient 9 miljard. Ja, alle burgers bij elkaar. Maar dat is gewoon... Je moet het per hoofd van de bevolking omrekenen dan. En dat moet je met zo'n bedrijf natuurlijk ook doen. Je moet kijken van, maken ze een enorme winst per aandeel bijvoorbeeld. Wat is hun winstmarge? En dan is, ik geloof dat de hele S&P 500 bijvoorbeeld, die hebben een winstmarge van 12%. Het verbaast me nog, dat is nog hoog. Ik denk dat het nog wel omlaag kan als recessie inderdaad wat doorhakt.
Maar die hele winsten, ja, dat is natuurlijk iets wat, als er ergens een winst of geld verdiend wordt, dan is de bedoeling normaal dat andere bedrijven zeggen, nou, dat ga ik ook produceren, want daar kan je goed geld in verdienen. En dat de productie dan toeneemt. En dat de consumptie ook afneemt, dat mensen zeggen, nou, dat is wel wat duur, dus ik gebruik wat minder van. En zo regelt dat zichzelf terug. Als jij gaat zeggen, nou, zodra een oliegasbedrijf veel verdient, een jaartje, want tijdens COVID waren de olieprijzen negatief natuurlijk. En ze hebben een keer een goed jaar en we gaan gelijk alle winst afpakken. Ja, dan gaat natuurlijk geen enkel bedrijf gaat zeggen, nou, ik ga in olie en gas investeren. Want je weet, als het een keer goed gaat, dan wordt het toch allemaal afgepakt. Dus zo wordt het probleem van de hoge prijzen ook nooit opgelost. Want normaal is de oplossing voor hoge prijzen, zijn hoge prijzen. Maar niet als je natuurlijk bedrijven de nek om gaat draaien die eraan verdienen. Ja, en als je de accijns eraf zou gooien, dan zou een bedrag komen wat ja, mensen wel acceptabel zouden vinden. Ja. Ik bedoel, ja, dus in Hongarije betaal je 1,25 voor een litertje. Dus zo doorzichtig vind ik dat die bedrijven worden dan tegen de burger uitgespeeld. De burger, ja. die wordt natuurlijk... Elke keer als ik het woord greed lees, dan ben ik al heel wantrouwend. Gewoon dan, god, weet je wel. Ja, het hele logische verhaal erachter is dan, als de prijzen nu hoog zijn vanwege hebzucht, waren die bedrijven dan vorig jaar niet hebzuchtig? Of 2 jaar geleden? Nee, precies. Maar wat je ook krijgt is nu bijvoorbeeld, ik zag nou een petitie die kon je tekenen van Greenpeace. Nou, dat is al een verschrikkelijke organisatie natuurlijk. En dat ging er dan om dat bedrijven Shell, die moesten dan een compensatie aan de burger geven. Wel, en dat moet dan via de overheid, denk ik dan, weer. Ja. Dat is altijd zo. Dat is de herverdeling van welvaart of zoiets. Nou, Greenpeace is nou ook een soort socialistisch, neocommunistische organisatie. Ja. Ze waren altijd voor wat de walvissen redden en dat soort dingen. En dat tegen waterstofbom testen. Nou, nu zijn ze ook voor de herverdeling van geld of zo in één keer. Vinden ze dat de multinationals maar meer moeten betalen aan de centrale planners. Die dat dan gaan herverdelen naar wat ze dan altijd eerlijk noemen en zo. Krijgen wij dat geld dan in onze portemonnee? Nou ja, nee, dat gaat dan naar een ander green slush fund toe. Dat was natuurlijk ook zo met die hele klimaat. Heel Europa, zowel Amerika, heeft enorme klimaatbeelden doorheen gejast. En dat was dan de Anti-Inflation Act. En de Anti-Inflation Act was dan om 900 miljard dollar erbij te jongen. En om er een enorm green slush fund van te maken, waarbij iedereen gewoon in kon graaien als ze de juiste bullshit bingo woorden invulden voor hun projecten. Ik had er ook een mooie meme van gedeeld van Libertarian Front of zo. Dat je dan zie je een handje zo, iemand die verdrinkt. En dan komt de reddende hand. En die zegt dan ook, inflation is killing me of zoiets. Je ziet dat handje, zie je steeds meer het water in gaan. Die verdrinkt gewoon door de inflatie. En dan komt er een hand en die heeft dan een kopje water bij zich. En die giet het kopje water erbij. Ja, het is echt... wat moet je ermee, hè? Maar ja, goed. Weet je, dit is eigenlijk een roep om meer socialisme. Zo zie ik het elke keer. Want dat is het uiteindelijk wel van... dat is dan de oplossing, hè? Die bedrijven moeten dan meer geld... Ze hebben eerst die accijns, waardoor die brandstofprijs enorm hoog is. Dus dat is al hun schuld. En nou gaan ze die multinationals dan belasten voor een soort compensatie. Waardoor die eigenlijk gewoon ook meer kosten hebben. In principe, waardoor de brandstof ook weer duurder wordt in wezen. Want dat is wat je krijgt. Ja, als je de producent van een product gaat belasten, dan wordt dat product uiteindelijk weer duurder, denk ik. Dus ja, het werkt allemaal averechts. Maar ze doen het altijd wel met heel veel verve, hè. Zij treden op tegen de hebzuchtige. Die multinationals die zo'n sigaar hebben en zo'n hoed. Treden zij dan al tegenop voor ons.
Dat is niet waar. Ja, het is ook het rare dat... oh, er gaat iets mis, geloof ik. Oh, nee. Wat gaat er mis? Nee, ik zie opeens mijn Skype-windowtje. Oh, maar misschien komt het omdat Jan-Marc ophield met praten. Nee. Maar, dat klinkt een beetje gek, inderdaad. Haperde een beetje, geloof ik. Oh. Ah, ik zag dat ook laat met zo'n meme van My Dog. When he gets food. En dan zie je die dog met Don't tread on me en Liberty en zo. En dat eronder staat my dog if I have food. En dan zie je die hond communistische logo's allemaal. En dat is wel een heel bekend verschijnsel. Dat ook. Er verdient ergens een bedrijf wat winst. Ja, nou, dat is gewoon rechtvaardig dat een gedeelte van mij daarvan aan mij toebehoort. Dat is altijd hetzelfde verhaal. Als er ergens geld wordt verdiend, dan springt iedereen er gewoon op om het her te verdelen naar zichzelf toe. Ja. En dat is ook allemaal rechtvaardig en hebben ze er geen enkele schroom over. Ja. Nou, een vriend van mij die vroeg dat laatst over Bitcoin. Die zei van, ja, maar hoe zit het dan met de herverdeling van geld? Weet je wel, vroeg hij. Ja. Nou maakte hij zich zorgen om. Dus, ja, dan moet hij gaan steken en dan krijgt hij elke keer wat uitbetaald. Ja, en ik hoorde laatst al iemand zeggen, het woord herverdeling van welvaart is eigenlijk al fout. Want als je toegeeft aan het woord herverdeling, dan geef je al toe dat het een keer verdeeld is. Maar dat het verkeerd verdeeld is en dat het nu herverdeeld moet worden. Maar de hele welvaart is nooit verdeeld. Dus het moet ook niet herverdeeld worden. Het is gecreëerd welvaart. Ja, er kan natuurlijk wel een gedeelte wel. Stel je voor, je hebt een koning en die verovert met heel veel geweld een stuk gebied. En die laat dat na aan een zoon, een kleinzoon en een achterkleinzoon. Die krijgt dan wel, zeg maar, een soort geroofde welvaart in de schoot geworpen, zou ik kunnen zeggen. Toch? Ik bedoel, er is wel iets. Ja. Bestaat wel zoiets als oud geld bijvoorbeeld. Ja, en mensen die ergens oneerlijk aangekomen zijn. Die, of door corrupt, of vaak door de overheid natuurlijk. Door gewoon deeltjes met de overheid dan daarvan geprofiteerd hebben. Ja, en dat vind ik altijd wel apart in landen als Oekraïne ook. Na de Sovjet-Unie hebben ze dat ook opgelost. Door gewoon te zeggen, nou, we gaan het hele land. Iedereen krijgt een aandeel in het land en het aandeel in de bedrijven. Je kon gewoon allemaal aandelen krijgen. En er zijn een heleboel mensen die hebben gewoon die wisten ook niet wat dat waard was. En die hebben dat voor een appel en een ei gewoon ingeruild. Die zo, oh, hier voor een glas bier, boem, krijg jij mijn aandeel. En nou hebben die mensen die dat allemaal verzameld hebben, die hebben gewoon een mooi stuk land bijvoorbeeld. Of die hebben een stuk bedrijf, die zijn goed af. En nou komen opeens die mensen die, ja, niet iedereen, maar veel van die mensen die dat hebben weggegeven voor een appel en ei, die komen opeens van, ja, dat moet herverdeeld worden, enzovoort. Ja. Dat hadden we gedaan. Ja, dat was al gedaan. En jij hebt ervoor gekozen om dat te vervatten. Dan moet je ook niet zeuren daarna van, ja, dat je het nog een keer wil verdelen of zo. Ik vond het op zich een mooie oplossing, met van die vouchers en iedereen uitdelen na jarenlang communisme. Want je kan toch niet meer achterhalen, in de meeste gevallen denk ik, van wie het origineel was en waar de erfgenamen daarvan zitten. Want er zit, wat heb je er tussen? Er zit 70 jaar tussen of zo. Ja, probeer dat maar eens te achterhalen. Nou ja, weet je wat, ik was weer in Tsjechië en dat vond ik ook wel heel interessant. Er zijn 3 miljoen mensen zijn daar gedeporteerd na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn er gewoon uitgeflikkerd en onteigend. En er was een Lisbon Act in 2007. En dan stond een soort paragraaf over mensenrechten. En die hebben die Tsjechen nooit ondertekend. Omdat ze als de dood waren, dat er nog nazaten waren van al die mensen die ooit grond hadden. Ja. En dat ze die moesten gaan compenseren. Of terug moesten geven. En dat is ook wel heel bijzonder. Want die Tsjechen, dat was eigenlijk helemaal niet eens zo'n supergrote groep. Maar die waren al een beetje, na de Eerste Wereldoorlog al, van een beetje, ja, van hoe maken wij dat Tsjechisch en hoe blijft dat Tsjechisch?
Die waren die Duitsers al een beetje aan het treiteren. En toen kwam Hitler. En toen hebben ze in de Tweede Wereldoorlog gedacht, ja, maar nu moeten we dus echt van al die Duitsers moeten gewoon allemaal weg. Want dan blijft het gewoon een etnisch Tsjechisch gebied en dan houden we dat wel. Maar er zijn gewoon hele families aan elkaar gerukt. Dat is een drama. 3 miljoen mensen, hè? Dat is nogal wat, hè? Dat is in een land waar eigenlijk nu nog maar 9 miljoen mensen wonen. Dat is gigantisch. Gewoon hele steden en dorpen waren volledig ontvolkt. Ja. Weet je wel? Er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd in de geschiedenis. En ook met de Joden. Het was ook heel apart, want mensen die dan Duitser waren, die moesten weg. Maar er waren ook mensen die onder dwang Duitser werden tijdens de periode van Hitler. Ja. Maar er waren al zelfs Joden die Duitser waren. Snap je? Mm. Dus die Joden moesten in eerste instantie ook een huis en haard verlaten. Ze werden als Tsjechië uitgeflikkerd. En dat vond de internationale gemeenschap, die vond dat weer te ver gaan. Dus dat hebben ze terug moeten trekken. Het andere niet, maar... Het andere niet, nee. Het waren toch maar Duitsers, fuck hun, weet je wel. maar dat waren dus ook Tsjechen die zeiden, ja, maar ik ben gewoon Tsjech, maar ik moest Duitser worden. Ik zat gewoon onder het regime van Hitler, weet je wel. Sommige mensen konden daar nog wel iets bewijzen. Maar ook Hongaren. Hongaren die er gewoon uit geflikkerd werden. Dat zijn wel dingen natuurlijk. Maar goed. Kijk, dat herverdelen van als we het over herverdeling hebben van welvaart. Ja, weet je, het klinkt allemaal... Maar het werkt, wij weten eigenlijk ook altijd dat het gewoon nooit echt werkt. Hè? Zelfs waarom zou je het vooral moeten doen? Ja, ik vind van niet, maar socialisten vinden allemaal van wel. Dus praat maar eens met mijn vrienden. Ik weet het. Ik ken ook van die mensen. Maar FBI die heeft een lijstje. En staan wij nou ook op? Ja. Even kijken. Anchor? De zwart-gele vlag? Ah, ja, inderdaad. Libertariërs, Anchors, ze zijn inderdaad allemaal, staan op de fout, don't tread on me. Alles wat enigszins liberty is, staat op de violent extremism lijst, op de domestic terrorist lijst. Ja. Ik hoorde, ik weet niet of het bij Ron Paul was, of bij iemand anders, dat waren geluiden uit Amerika in ieder geval, dat FBI, die staat er gewoon helemaal niet zo goed op bij heel veel Amerikanen. En heel veel Amerikanen die geloven al helemaal niet meer dat die FBI er voor hun is. En die zien het meer als een politieke tool. En nu is het toevallig zo dat de Democraten het heel erg... een beetje, ja, dat een samenstelling is. Ja, die controleren het of ze controleren elkaar. Wie controleert wie. Maar in ieder geval, er is het ook wel een periode geweest dat de conservatieven of de neocons, weet je wel. Ja, maar nu hebben heel veel Amerikanen iets van, ze staan niet aan onze kant. En het is ook gewoon met die inval, daar wordt nog over gepraat geloof ik. Maar dat is ook weer zoiets van... Uiteindelijk krijgt Trump van heel veel mensen juist sympathie. Dat die. Weet je wel? Heel veel Amerikanen zien de FBI niet meer als hun vriend. Nee. Ja, dat was al met een heleboel instituten was het downhill aan het gaan. Maar het leger hield er nog het langste overheid. Maar ik geloof dat ook het leger nou aan het inboeten is met alle rainbow colored Marines en gay pride parade. Dat is een reclamevideo voor het leger, van de recruiting. Van, dit is soldaat Trudy. Trudy heeft 2 moeders. En dan wordt er weer zo'n heel woke champion wordt er van gemaakt, die dan in het leger zit. En de recruitment is nog nooit zo laag geweest. Het is super slecht. En ook met die COVID shit natuurlijk, van je moet allemaal ingerend zijn om in het leger te mogen. Dus ze krijgen die ranken niet meer gevuld. Maar ja, wat ze erin hebben zitten is natuurlijk wel super compliant en ordevolgend. Ja. Ja,
Ik riep nog, Trudy heeft een ademsappel en twee moeders. Dan gaan we even naar de grootste van alle mologen daar in de VS. De IRS. Hier heb je ze. Die zijn nou sinds kort de grootste, hè? Ja, het is natuurlijk nog niet door, maar met die nieuwe klimaatwet worden er 87.000 IRS-agenten aangenomen. Die gaan het klimaat helpen verbeteren. 87.000, hè? Ja, denk ik wel. Klimaatagenten? Nee, het heet de klimaatwet. Of soms heet het ook de Anti-Inflation Act. Maar uiteindelijk, ja, die titels staan nergens meer op. Dat is ook zoiets wat helemaal uit de hand gelopen is. Dat ze gewoon, ik denk dat daar ook heel weinig mensen nog intrappen. Dat het de Inflation Reduction Act is. Het wordt zelfs al iets anders genoemd in de... En ook Bernie Sanders die kwam en zei van de so-called Inflation Reduction Act. Hij geloofde het ook al niet meer, want iedereen had... Kiezingen komen eraan, hè? Ja, de economen hadden ook gezegd dat het nou niks zou doen voor inflatie. En het vergroot natuurlijk alleen maar de inflatie, omdat het weer meer geld toevoegt, meer overheidsfunctie. Dus mensen geloven die namen van die wetten niet langer. En dat is hier is het op onzin, dat er gewoon in de Inflation Reduction Act of in de Climate Change Act, hoe je het ook wil noemen, een 87.000, een heel voetbalstadion vol met IRS agents worden aangenomen. Wat dus een belastingambtenaar is, voor de mensen die dat niet weten. Maar ja. Check het maar even. Ja, is goed dat je dat even zegt. En daar wordt natuurlijk, zogenaamd zou daar de miljonairs voor aangepakt worden, maar er zijn geen 87.000 miljonairs, dus er wordt gewoon... ja. Gewoon Jan Lul wordt daar weer mee aangepakt. En die krijgt daar revenues. Ik zag al zo'n joke, zo'n meme staat ook van de... We need more border agents to control the border. En dan zie je Joe Biden. Best we can do is 87.000 IRS agents. Toch, hè? Ik denk als het allemaal niks wordt met de Liberland en ik kom op een gegeven moment dan helemaal gebroken terug in Nederland, dan word ik ook gewoon een belastingagent, denk ik. En dan ga ik iedereen zoveel mogelijk belasting aan zijn broek smeren. Dan denk ik, nou eens even krijg ook. Je wil geen Liberland, dubbel betalen. Ja, ik zag een andere NCAP'er, die zag ik staan, die zei, ja, ik wil ook wel belastingambtenaar worden. Maar die zei dan van, nou, ik ben een hele relaxte belastingambtenaar. En ik, ja. En je kan ook, geloof ik, heel makkelijk dan op ziekteverlof gaan. Dus als je ziek wordt, dan krijg je gewoon doorbetaald. En de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn heel goed, dus... Ja, dat vond ik een beter plan eigenlijk dan mensen gewoon helemaal vol met belasting stampen. Ja, maar ze hebben nu de kans om het te veranderen, hè? Want het is voor het eerst in 70 jaar tijd dat mensen een keer beginnen na te denken. Dus als ze nou na 5 jaar nog steeds belasting willen afdragen voor het milieu, ja, dan moeten ze ook gewoon 5-dubbel eroverheen denken. Dat ze ook helemaal niks meer overhouden. Ja, maar ik denk dat de gewone mensen hier... ook niet achterstaan. Zo, dit was zo'n handjeklap deal. Van, er waren twee senatoren, Mnuchin en Sinema of zo. En die waren democraten die tegenhielden. Er was geen enkele republikein die had voorgestemd. En dan waren er een paar onthoudingen bij de democraten. En die gingen heel zwaar onderhandelen erover. En die hebben dan op een gegeven moment, op het laatste moment is wat er uitgeflikkerd is. Dat is de carried interest loop. Dat is een manier voor hedge fund managers om hun winsten onbelast te houden. Kunnen ze dan iets doorschuiven of zo. Die hedge funds die zijn gered. En voor de rest inderdaad 87.000 IRS agents en een heleboel dingen zijn er ingejast. Over dat miljonairs aanpakken, Peter. Ja. Dat kan natuurlijk wel als inflatie zo hoog wordt dat iedereen miljonair is. Ja. En dan wordt iedereen aangepakt. Ja. Dan denk je, eindelijk heb ik het bereikt. Eindelijk ben ik miljonair. Wel, dan koop je er gewoon een blikje cola verkopen of zo. Een Bug Burger. Ik vond het zo mooi. Ik heb een tijdje getrold bij de SP op Facebook. En er kwam... SP was toen voor avondklok en ik dacht, ja, bij die SP heb je nog wel mensen die dan die dat
dan op een gegeven moment zat zijn. Dus die gaan misschien weg. Dus ik dacht, misschien valt daar wat te halen. Ik ga een beetje trollen bij de SP. En dan ging het ook over minimumloon, weet je wel. Ik zeg van, nou ja, waarom, want de ene woonde zoveel, de andere woonde nog meer. En die minimumloon komt omhoog. Toen heb ik op een gegeven moment een keer gezegd van, ja, maar waarom doen we dan niet het minimumloon op 100.000 euro per maand? Dat minimumloon is. Hè, dat is, zijn we allemaal rijk, toch? We hebben allemaal een zwembad. Ik kan me ook nog herinneren dat op een gegeven moment mij van ik weet dat er een anarchist was. Zei ik nog. En hij is verweten. Ja, en toen zei hij van, ja, anarchie, dat in jouw wereld, dan er zomaar een windmolen in zijn tuin zitten. En heeft iedereen een buurman met een windmolen. Terwijl een windmolen is nou typisch iets wat alleen maar bestaat aan de overheid. Ja. Ik bedoel, als je in Tsjechië komt, is er in één keer helemaal geen enkele windmolen meer, hè? Dan hebben we met Tsjechië gewoon een leuk appelboompje in de tuin, hè? Ja, Tsjechië ook bij de overheid wel. Tsjechië heb je ook wel wat, maar dan zijn ze minder heftig op windmolen subsidies dan in Duitsland. Dat is gewoon als je de grens overgaat, het is niet te geloven, weet je wel, het is verschil. Dus het idee dat in een vrije wereld, dat anderen in één keer allemaal een windmolen hebben van 80 meter hoog, dat weet ik niet hoor, daar geloof ik niet zo in. Maar goed, dat vond ik mooi, dat weet je, als je dan, dat spookbeeld voor anarchie, het was een vrouw geloof ik, voor haar was dat dus het spookbeeld. Ze was buurman, weet je wel. Nee, in een anarchie, zet je buurman een grote windmolen in zijn tuin. Jij dat heel erg zou vinden, want jij had al gezegd van die windmolens, dat slaat nergens op. Dus ze had het op jou toebedeeld, dat antwoord, denk ik. Jij had al een keer eerder iets over windmolens gezegd en daarom kwam... Dan weet ik niet of ze me zo goed heeft uitgekozen. Dat kan wel hoor, want sommige mensen doen dat. Ik weet, ik was er ook niet bij natuurlijk, hè, jammer. Nee, maar ik heb het een keer meegemaakt met een SP'er. Die had mijn Facebook uitgeplozen. En die... die verweet mij van, ik had nogal zware kritiek op de Spert-site. Maar ik mocht niks zeggen, want ik had beelden van rechtsextremistische truckers uit Canada. Ik had in die periode gewoon een Davidster op mijn profielfoto. Dat was altijd lekker te triggeren, de mensen, jongen, dat wil je niet weten. Er werd ook helemaal op de televisie werd daar echt aandacht aan besteed. Extremisten met een Davidster op hun profielfoto op Facebook. Ja, maar ik vond die turn wel heel raar. Want er werd dan ook... Kijk, de mensen die dat doen, die doen dat omdat ze geen nazi gedoe willen. Eigenlijk. En dat protesteer je tegen. Ja. Dus om die mensen dan neonazi's te noemen, is wel raar. Ja. Want ze zijn erop tegen. Dus. Ja, je moet die mensen juist eren. Dat als jij er nu niks over zegt, wanneer moet je er dan een keer iets over gaan zeggen? Dat nee, maar daarom. Maar goed, met die truckers was het dan. Die SP'er die geloofde dan. Of die dacht van, daar kan ik hem op pakken. Want die truckers, dat zijn allemaal neonazi's. En hij heeft een clipje met truckers. Daarom mocht ik niks zeggen over de avondklok, vond hij. Want ik had allemaal neonazi-filmpjes. Dus ja. Maar je had toch kunnen zeggen, want het is bij de SP, hè? Want dan kun je zeggen van, dit zijn arbeiders die zich verenigen om voor hun recht op te komen. Hè? Ja. Nou, dat is. Dan ja, heb maar je zei net toch dat truckers niet als extreem rechts afgeschilderd konden worden, omdat iedereen ze kende. Maar kennelijk deze SP'er was het toch gelukt om het te laten denken. Die wou dat dan toch doen, ja, inderdaad. Maar Johan heeft wel een goed punt. Want van. Links was altijd inderdaad voor de arbeidersklasse en zo. Nou, en, als je zo'n trucker dan ziet die dan zo'n bal gehakt zit te vreten om 3 uur 's nachts, nou, dan denk je toch aan, weet je wel, dat is dan iemand die werkt. En die verenigt zichzelf. Ja. De Marx een stijve pimmel van krijgen. Toch? Ja. Vanuit nou, je hebt natuurlijk wel, in Canada heb je natuurlijk wel heel veel familiebedrijfjes van mensen. Dat zijn wel zelfstandigen natuurlijk. Hè? Die werken niet voor een... Hier in Nederland heb je veel meer truckers die voor een groter bedrijf werken. En dan,
Daarom denk ik ook dat het in Canada juist zo groot is geworden. Omdat kijk, als jij een familiebedrijf bent en je hebt geen zin om 3 injecties en 4 boosters te pakken. Ja, dan is het klaar met je. Weet je wel? Als je een groot bedrijf bent en je hebt 80 man in dienst, dan kun je zeggen, nou oké, okay, die 10 die niet willen, dan neem ik daar 10 anderen voor terug of zo. Maar dan kan je niet doen als. Snap je? Ja. Maar goed. Maar dat zie je nou bijvoorbeeld met de boeren, zie je nou dat het in Nederland wel loskomt. Maar dat is namelijk, dat zijn precies als die truckers. De boeren, dat zijn vaak familiebedrijfjes die al van grootvader op, weet je wel. Dus dat zijn gezinsbedrijven. En dan zie je eigenlijk dat je die link kun je wel maken, een beetje met de Canadese truckers. In die zin. Maar goed. Gaan we naar Trump toe? Ja. Ja, het inval geweest. De Canadese truckers en de boeren worden overigens ook genoemd in het filmpje wat ik net heb geüpload. Nou, dan gaan we ook dat kijken. Maar er was een inval bij Trump geweest. Hij had eigenlijk hetzelfde gedaan als Hillary Clinton met Benghazi-informatie. Achtergehouden namelijk. Ja, dat is maar de vraag, hè? Oké, maar ja. Ja, bij Trump is het ook de vraag. Maar ze kwamen toch even snuffelen. Nee, maar alleen bij Trump is het de vraag. Ja. Ja. Bij Hillary was er echt wel een e-mailserver. Die heeft ze ook opgestuurd, geloof ik. Dat hij helemaal gewist van tevoren. Maar bij Trump is het... Er was een enorme... Had Assange toch ook toegang tot gekregen, die e-mails? Had Wikileaks toch... Ja, Wikileaks, ja. Ja, feitelijk kan iedereen bij je e-mails snuffelen, want het is een openbaar protocol. Ja, dat is ook weer zo. Ja, maar dan moet je wel een server ertussenin hebben. Of zo. Je kan toch... gaat het ook unencrypted over... als jij een... gaat unencrypted geloof ik wel over het internet heen, hè? Over het algemeen wel, ja. Tenzij beide kanten encryptie hebben. En weet je wat het is met dit verhaal? Denk ik dat mensen hebben al zoveel flauwekul gehad met die Russian spy hoax en die toestanden. En het is dan, hij heeft al 2 impeachments heeft hij achter te kiezen om totale flauwekul. Dus men is al erg sceptisch over dat Trump weer eens wat gedaan heeft. En vooral in combinatie... Er zijn mensen die er wel in geloven, hoor. Ja, maar vooral in combinatie met het feit dat Hunter Biden's laptop, die ligt hoe lang al bij de FBI? Ja. En die hebben ze aangeleverd gekregen, hè? Die werd gewoon... Ik vind het door de strot gedouwd. Ze zwouden niet bijna. We hebben allemaal gezien wat erop stond. Ik vind het wel een beetje een overeenkomst hebben met die nazi-vlag en dat bermbrandje van de week in Nederland. En dat is ook een beetje gebackfired. Dat iedereen die fotograaf ging achterhalen en die tijd... erbij ging zoeken dat niet zou kloppen. En ik heb het allemaal niet precies gevolgd, maar ik heb het wel een beetje gezien. En dit is ook een beetje aan het backfire. Ja. Dat iedereen dus zegt van ja, dit is de eerste keer dat er op deze manier bij een president zo een inval wordt gedaan. Maar misschien kunnen we het nu wel vaker gaan doen. Hè, als het bij Trump kan, dan kunnen we misschien bij de Clintons ook wel een keertje binnenvallen. Ja, over het algemeen is dat wel de manier waarin wanneer de zaak afglijdt bij zo'n raad. Je ziet bij Oekraïne is het heel gebruikelijk dat de vorige president, die gaat gewoon gelijk de gevangenis in. Dat is gewoon heel duidelijk. Je vlucht het land uit of je gaat de gevangenis in. Maar, dat is wel echt politiek dan. Hè? Dan verdien je wel om president te zijn. Wat ik gehoord heb is van Radio Rothbard, die had er een dingetje over. Maar het punt is dat het is zo gebackfired dat er nu democraten zeggen, ja, maar wij hebben hier helemaal geen opdracht voor gegeven, hoor. Dus die trekken ze. Die zeggen van ja, dat is gewoon een actie van de FBI geweest. Daar weten wij niks van. Die hebben zoiets van oei, oei, oei. Als dat maar niet bij ons bordje terechtkomt, weet je wel. Dus, ook omdat naar boven kwam dat die rechter die dat goedgekeurd had, dat was een Jeffrey Epstein maatje. Die had een paar partners van Jeffrey Epstein verdedigd. Ik heb ook gehoord dat hij ook nog de 6 januari aan het behandelen is. Dat hij daar ook een van de rechters bij is. Ja, dat is dus allerlei fouten. Een soort tandens zonder vuur van Amerika. Ik
Ja, het lijkt in ieder geval een hele gecompromitteerde rechter. En dat is misschien inderdaad de reden waarom het Witte Huis opeens zegt van, nou, daar wisten wij wisten er niks van. Maar dat staat natuurlijk ook dom als je zegt... Zijn ja, foto's staan op de laptop van Hunter Biden, van die laptop. De voormalige president wordt geraid en het Witte Huis wist er niks vanaf. Dat is natuurlijk ook, staat heel raar, van wie runt de show dan en waar weten ze dan weer niks vanaf. Ik denk overigens wel, ik hoorde iemand zeggen, ja, het zou ook kunnen zijn dat Trump dat gewoon zelf geregeld heeft. Hè? Want je kan hij dit gewoon... Het beste vanaf. Ja, hij komt er inderdaad het beste vanaf. Hij kan hier gewoon op gaan fundraisen. En je ziet alle Trump supporters, die worden gewoon helemaal... die gaan door het lint heen van de groot onrecht. En kijken ze Hunter Biden. En ook, je zag Babylon Bee had al zo'n grap van. Dan zie je Hunter Biden achter het raam staan. Hunter Biden gives a sigh of relief as FBI passes his house to go to Trump. En ja, het valt gewoon niet meer te verkopen. Het zou kunnen zijn dat hij gewoon zoiets geregeld heeft. Ik weet het niet. Het is wel een showman, hè? Dus het zou... Het is wel een showman. En het is natuurlijk bij die politiek is het altijd actie is meer reactie. Hè? Je moet gewoon een soort verontwaardiging oproepen. Ik denk dat die hele abortustoestand, dat is ook zo'n verhaal geweest. Dat is rallying the base. Dus ze zijn eigenlijk, denk ik, best wel blij bij de Democraten dat de Roe versus Wade teruggedraaid is. Want dat brengt Democraten naar de stembus dan. Dus dan krijgen ze uit hun stoel overeind. Dus ze, we moeten voor onze rechten vechten. En dat is een van de laatste dingen die ze ook nog hebben. Hè? Dat abortusverhaal. Ja. Dat is echt een van de laatste dingen. Dus dat, ze zijn toch gewoon voor de prik. Dat is hun ding. En zij geloven daarin. En die mensen... Ja, maar Trump is ook voor de prik. Dus dan, ja. Ja, maar hij is niet voor de mandates. Nee. Uiteindelijk zegt hij, je moet het zelf weten. Nou, hij krijgt ook geld van Big Pharma. Hij zegt, ja, het is hartstikke goed hoor, prikje. Wat moet je doen? Heel fijn. Maar hij zegt ook erbij, want hij wordt dan uitgeboet op zijn eigen rally. Nou, ja. Daar wordt op niks uitgeboet. Maar daar wordt hij dus echt uitgeboet. En dan zegt hij er heel snel achteraan, nou ja, maar you've got your freedoms and I will never mandate it. Dus ja. Maar daar kan hij ook niet meer wegkomen, want dat leeft heel sterk bij zijn achterban ook. Ja. Die hebben daar helemaal geen trek in. En, maar ja, het is dan ook maar de vraag hoezeer die democratische kiezer eigenlijk nog wel zoveel zin in die mandates en shit heeft. Want ze hebben wel braaf een prikje genomen, maar hoe belangrijk vinden zij het nog dat iemand die de prik niet wil, dat die hem toch moet hebben? Ik denk dat dat deel ook niet zo heel groot is. Maar wat nou als het gemaakt instort, zeg maar. En dat ze dus eigenlijk precies weten welk verhaaltje ze moeten afspelen om uiteindelijk iedereen het vertrouwen in die overheid te laten verliezen. Hè? Dan is het gewoon een volgende stap in de zoveelste aanloop naar het eind van de dollar. En dan past dit ook wel in, inderdaad. Hè? Dat ze elkaar op die manier... Het is echt de eerste keer dat er bij een oud-president een FBI-inval wordt gedaan. Je gaat natuurlijk niet je eigen president. Het is in ieder geval niet hoe Amerika het tot nu toe gedaan heeft. Dus ja, maar het is wel de hele tijd hoe zij het gedaan hebben. Want je had natuurlijk eerst het Hillary Clinton verhaal. En gelijk komt dan dat Russian spy verhaal. Weet je wel? En dan die Biden is ook zo corrupt. En ze hebben elke keer is het toch een beetje de aanval is de beste verdediging bij de Democraten. En dan verzinnen ze wel een flauwekul verhaal. Dat is net als met... Oké, dat is denk ik het beste voorbeeld. Van die Trump, die had dus door dat die Hunter Biden was van een corruptiezaak afgehaald in Oekraïne. Doordat pa als vicepresident ja. 1 miljard euro of dollar aan belastinggeld daaraan hij heeft besteed eigenlijk. Ja. Je kan een miljard krijgen, maar dan moet mijn zoon van die zaak af. Ja? Toen heeft, die prosecutor moet van die zaak van mijn zoon. Ja, prosecutor moet van de zaak af. Toen heeft Trump dat laten onderzoeken. En het verwijt was
dat hij dat heeft gedaan met een overheidsinstelling. Dus dat er dus belastinggeld helemaal verspild werd aan iets waar hij zelf een voordeel aan kon hebben. Ja, en dat was de impeachment voor. En dat was de impeachment. Ja. Dat is natuurlijk een belachelijke tegenaanval. Maar als ik mijn socialistische vrienden die het NRC Handelsblad lezen. Nou, die Trump die heeft dat ook gezegd. Die heeft zomaar. En die kouwen gewoon het hele fucking verhaal. Nou, die heeft gewoon belastinggeld gebruikt om zijn tegenstander zwart te maken. Weet je, het is compleet. Het is niet te geloven. Dus het werkt dan ook nog gedeeltelijk. Kennelijk, als je maar die media mee hebt. Maar nu kijkt bijvoorbeeld niemand meer CNN. Nou, dat is wel weer een probleem. Hè? Want iedereen is er helemaal kotsmisselijk van. Maar het is wel een beetje wat de Democraten al een hele tijd gedaan hebben. Gewoon ja, vol die tegenaanval. En die tegenaanval ga je ook doen met precies de beschuldiging waar je zelf schuldig aan bent. Dus je gaat zeggen, Trump deed quid pro quo. Dus hij had gezegd, ja, je krijgt geen nieuw defensiegeld als je dat niet gaat onderzoeken. Of had hij niet eens zo hard gezegd, geloof ik. Maar hij zei, ja, dat defensiegeld, moet wel weten dat er geen corruptie plaatsvindt en zo. En toen werd er gezegd van, aha, hij houdt geld achter voor eigen gewin. En dat is precies wat Biden deed. Dus ze doen niet alleen de tegenaanval, maar de tegenaanval is ook een exacte replica van waar ze zelf schuldig aan zijn. Ja, en dat eigen gewin, dat is natuurlijk maar, dat zal die ook hebben. Maar het is natuurlijk ook een nationale zaak. Als iemand, als een vicepresident op tv toegeeft, dat hij gewoon, je kan een miljard krijgen, maar dan moet mijn zoontje wel van die. Bij jou, nou ja, natuurlijk dat zou een nationaal schandaal moeten zijn, eigenlijk. Toch? Ja. Dat zou een schandaal moeten zijn in een normale wereld. Hè? Dus ja, maar goed, dus het is wel een beetje. Het is wel zo dat langer CNN gaat werken, kijkers niet meer heeft, maar als je Nederlandse media leest, die pennen dat allemaal gewoon nog dwars over. Hè? Als je nu.nl, metro.nl, dat is gewoon carbon copy gewoon, die verhalen. Dat is, maar als je klopt, maar in Amerika zelf. Ja. Als je vast op aan hebt en je zit in die nieuwsspiraal, dan lees je dat gewoon en dan stel je daar geen vragen bij, want je bent bezig wat je vanavond weer. Jawel, maar in Amerika is het anders dan in Nederland hoe wij het nieuws krijgen uit Amerika via nu.nl, wat inderdaad allemaal een soort CNN-achtig iets of New York Times of Washington Post-achtig iets is. Of mensen die bijeen kijken en die kijken inderdaad, maar dan hebben we het even één minuutje over Amerika. Nou, weet je wel, en blablabla, nou, en Trump heeft dit gedaan, grab him by the pussy, nou, en dan zijn we weer klaar met Amerika. Maar in Amerika zelf is er wel wat gaande, dat zie je in de cijfers ook gewoon. Er kijkt gewoon geen hond meer naar CNN. Ik zie iemand gewoon, als ik naar nu.nl kijk, dan staan 5 pijlen gericht op Trump. Deze onderzoeken lopen momenteel tegen hem. Dan voel je gewoon van, nou, er is hoop. Er zijn er van 5 fronten. We hebben een 5 fronten aanval op hem ingezet. Terwijl, ja, hij zit volgens mij inderdaad nou in een situatie dat al dit soort kritiek. En ze kunnen niet van tactiek veranderen. Het is het enige wat ze kunnen, dit soort dingen. Ja, en hoe meer ze het doen, hoe meer Trump aan geloofwaardigheid wint. Want iedereen denkt nou van, ja, ze proberen we gewoon om met allerlei onzin zwart te maken en aan te vallen en onderuit te halen. En ze verzinnen, ze zuigen gewoon alles uit hun duim en ze zijn er zelf schuldig aan. Want iedereen heeft natuurlijk stiekem wel die Hunter Biden dingen zitten bekijken. Die proeft natuurlijk ook wel. En die ziet Joe Biden zijn jasje aantrekken als hij uit de helikopter komt en hij zijn mouw niet kan vinden. Dat is de trap opvalt. En die zonnebril flikkert ook nog van zijn hasses. Ja. Dus het eerste uur met het jasje te klooien. Nou, uiteindelijk lukte het toch niet. Toen moest die Jill het dan gaan doen met het jasje. Uiteindelijk het hele. En hij kwam al uit een helikopter. Want uit zo'n trap van zo'n vliegtuig, dat lukt al niet meer. Flikkert hij 3 keer op zijn bek. Dus hij was ook de enige. Hij was ook de enige met een mondkapje in die helikopter. Dat vond ik ook zo mooi gewoon eigenlijk. Maar hij test nou eindelijk negatief voor COVID. En dan komt er wordt erbij gezet. Maar hij blijft zelf isoleren. Dus hij blijft gewoon de hele campagne. Tot november blijft hij waarschijnlijk weer in de basement zitten. En dan komt er zo'n mail in vote. En dan wint hij weer. Ja, precies. Maar het is wel grappig. Want ze denken dan, je moet hem gewoon in een kelder opsluiten. Maar hij kan niet eens meer gewoon een helikopter uitstappen. Zonder zich belachelijk te maken. Als je nou weet dat die verkiezingen op die manier met die mail-in votes worden gemanipuleerd. Dan ga je jezelf toch organiseren. En dan ga je toch bij al die stembussen ga je mensen inzetten. En zodra dat er 10 stemmen worden ingeleverd door één iemand. Maak je er een foto van.
En als die nog eens een keer bij een andere opduikt, dan heb je op een gegeven moment je eigen database en doe je een burgerarrest. Ik bedoel, ja, dan heb je dat toch uitgeschakeld. Maar ik zou me in ieder geval op die manier er tegen wapenen, hè? Als ik er iets om zou geven. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel getuigenissen onder ede geweest over misstanden daar, hoor. En, ja, nee, zeker. Die 2000 zelfs die een chauffeur die gewoon biljetten van de ene staat naar de andere reed en zo, die dat allemaal heeft verklaard. En het is alleen, het is elke keer stuk gelopen bij dat, ja, rechtbanken zeggen, ja, wij gaan er niet over, dan moet je daar en daar zijn. En uiteindelijk waar je dan komt, waar je dan moet zijn, daar, ja, dan wordt het genegeerd of wordt er... Ja, en dan ben je zoveel tijd is er dan voorbij en dan blijft maar herhaald worden van je hebt verloren en die andere heeft gewonnen. Ja. En dan blijft maar tijd voorbij gaan. Gewoon stoppen met geloven in de democratie. Nou ja, de enige manier om het te... Dit te draaien is hoe ze het ook nu wel doen, is om te zorgen dat ze gewoon andere republikeinen op die plekken krijgen. En dat lijkt ook wel redelijk te lukken. En dan als er dan weer wat gebeurt, dan kijk, uiteindelijk komt het, je hebt de Senate en de House. En in de Staten, de mensen die in de Staten worden gekomen, die komen die in de House of in de Senate? Ik weet niet. Maar in ieder geval, als je daar dan gewoon republikeinen krijgt die minder corrupt zijn, en er gebeurt weer zoiets, die kunnen dan gewoon zeggen van we accepteren deze verkiezingen helemaal niet. Die kunnen dat gewoon, kijk, dat is de vorige keer helemaal niet gelukt, omdat er gewoon te veel rhino's waren in wezen. En die dachten gewoon, ja, ik ben zelf herkozen. Fuck mij dat die Trump niet wordt herkozen. Ik zit wel goed. En die hadden helemaal geen zin in een onderzoek of wat dan ook. Maar ze hadden wel de power om het te kunnen blokkeren, die uitslag. Maar er was heel weinig animo voor. Ik heb nog een andere oplossing. Want je kan ook stemmen met je portemonnee. Wat denk je daarvan? Nou, dat vind ik een heel slecht idee, want dat kun je namelijk sowieso wel. Dus het ene sluit het andere er helemaal niet uit. Je moet sowieso stemmen met je portemonnee. Dus nee, dat moet je sowieso doen. Dat doen de meeste mensen dus niet. Dat, doen nou, dat is stom, maar het is niet zo van als je stemt met je portemonnee, dat je gewoon daarna helemaal nooit niks meer hoeft te doen. Ik vind dat je het corrigeren. Systeem... Het is, okay. Mensen stemmen wel met de portemonnee, alleen ze zijn zich er niet van bewust. Snap je? Dus ze brengen die stem iedere dag uit op een partij die ze misschien helemaal... Maar ze misschien wel helemaal tegen zijn als ze erover na zouden denken dat dat een stem is. Ja, ja. 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 Maar ik vind dat je alles moet doen. Je moet alles doen. Je moet het systeem van binnen en van buitenuit moet je kapot maken. En natuurlijk kun je in crypto gaan en zorgen dat je loskomt van je fiat geld. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ik bedoel, als je gewoon een mogelijkheid hebt... Kijk, dat wat Johan doet is dat stembiljet in de fik steken, dat is leuk en dat vind ik ook prima en dat mag je ook helemaal doen. Maar ik bedoel, ik zie er helemaal geen kwaad in op de libertaire partij te stemmen en dat heeft ook geen zin. Maar dus, weet je wat het punt is, er zijn allemaal hele kleine dingetjes. Ik zit ook in Vrijheid Radio, kun je ook zeggen, luister maar 6 man naar, heeft ook geen zin. Ja. Maar goed, Ik heb heel even persoonlijk dingetje. Ik was 19, toen mocht ik voor het eerst stemmen. En dat was de Europese Grondwet. En daar heb ik toen tegen gestemd. En daar werd het verdrag van Lissabon op aangepast. En toen was het toch. En toen de tweede keer dat ik kon stemmen, dat weet ik niet meer precies. Was dat met het rookverbod of zoiets? Ik weet het niet meer wat het... Toen had ik ook tegengestemd en er was ook iets met 63% was er mensen tegen. En dat kwam er ook doorheen en toen heb ik dus gezegd, nou ik ga gewoon met mijn portemonnee stemmen en stik er maar in. Ik ga al in op de bitcoin en dit heeft anders te maken. Ja, dat is ook wel goed, maar ik denk dat ook die keren dat er een referendum was en dat 66% tegen de Europese grondwet stemde en 66% stemde tegen het associatieverdrag. Toen hebben ze daarna de referendum helemaal afgeschaft. Maar ik denk wel dat het nuttig is geweest, want daarmee geef je ook al aan dat het een farce is. Als je wil aangeven dat het een farce is, nou, dan was dat ook weer een methode om aan te geven dat het een farce is. En want we wouden die grondwet niet en we wouden Oekraïne niet in de EU, want daar kwam het eigenlijk op neer. En ze hebben, wat hebben ze gedaan? Ze hebben het referendum afgeschaft.
En je, ja. ziet dan wel, je ziet dan ook wel de schurken die dat doen. En bijvoorbeeld de D66 die altijd... een referendum is een kroonjuweel van ons. Daar zijn we voor opgericht. Een gist van Mierlo. Nou, het zijn gewoon... Ja, ik zat op dezelfde basisschool, hè? Daar herhaal ik dan altijd even. Oh, nou ja, goed. Nee, maar goed, ze laten dan hun landverraad, zeg maar, of een verraad aan hun eigen ideologie, laten ze gewoon heel duidelijk zien. En dat is dan wat jij doet. Maar daarnaast kunnen we allemaal andere dingen doen. Waaronder Vrijheid Radio en waaronder crypto en misschien nog dingen die ik niet eens kan verzinnen. Of Johan gaat naar demonstraties bijvoorbeeld, ook prima. Er zijn ook mensen die zeggen... Bij de Belastingdienst gaan werken en iedereen teruggaves regelen. Ja, wat dan ook. Als Robin Hood. Iedere dag met zo'n hoedje met zo'n veer erop naar je werk komt. Nou ja, weet je, ik misschien heeft Peter daar wel volgens mij wat verstand van. Ja, misschien Johan ook wel. Van, kijk, die hedendaagse linkse lui, laten we het zo maar noemen, zo'n Hillary Clinton ook, die hebben dat boek gelezen. Hoe je... Zijn eigenlijk oerconservatief, hè? Ja, maar van zo'n Saul Alinsky of zo? Ja, precies. En die zijn het helemaal gaan volgen. En dat merk je ook wel van. Dat is dan, eigenlijk hebben zij het heel goed gedaan dan, op hun manier. En we hebben wel een maatschappij voor teruggekregen die wij niet willen. Maar dat activisme, het werkt wel. Dus je kunt op allerlei manieren, de dingen die ik niet eens kan verzinnen, kan je actie ondernemen. Er loopt nog wat voor Lieberland. Ja, maar volgens mij was het Jernas die dat zei. Die zei dat wij moeten dat eigenlijk kopiëren. Wij moeten dat boek ook allemaal gaan lezen. En wij moeten dat... volgens mij Jernis zei dat in een van zijn uitzendingen van Jernis Online. Ja, maar er zijn wel aardig wat libertariërs die dat inderdaad aardig bestudeerd hebben, hoor. De Propaganda Report ook, weet ik, toevallig. En, Johan heeft het inderdaad ook wel eens over gehad. Het is eigenlijk actievoeren... heel erg op het randje gaan zitten dat je net niet gearresteerd kan worden. Hè? Dus het is als jij, ja, of... En er wordt zelfs gezegd dat arresteren is ook een vorm van actie voeren. En dat kan je ook zien in zo'n Trump-FBI-raid. Dat werkt eigenlijk in je voordeel vaak. Dat je eigen beest dan heel erg komt rallyen. Omdat ze er niks van geloven. En heel veel van die actievoerders van de Rules for Radicals, die een paar dagen in de gevangenis zitten, dat verhoogt je street credibility en kijk maar naar Adam Kokes. Die is al 1000 keer in de gevangenis geweest. Ja, ik weet niet wat het hem gebracht heeft, maar ja. Ik gebruik het vaak wel als argument. Hij wordt nu genoemd door Johan, in een gigantische podcast. Ja, maar ik gebruik het vaak wel als argument laatst lag ik ook, die had iemand iets gedeeld van die Caroline van de Plas. En die zei van, nou, we hebben persvrijheid in Nederland. En dan schrijf ik eronder, nou, vraag dat maar eens aan Riepke Zijlmaker, weet je wel. En er was ook iemand die verweet mij, er waren ook van die Marxisten, mijn lieve Marxistische vriendjes. En die zeiden van, ga je naar Oost-Europa, misschien naar Hongarije, maar weet je wel hoe het dan met de persvrijheid gesteld is. Ja, nou, en dan heb ik dus mooi Riepke Zijlmaker. Dat is dan gewoon van... Ja, dat heb je dan. Ja. Ik zeg dat ook. Dat iemand van, ja, eigenlijk bij Derek Sauer interview kwam het ook. Van ja, de Rusland is eigenlijk de Sovjet-Unie, maar dan erger of zoiets. zeg ik, dan hebben ze ook landbouwcollectivisering daar, zoals in Nederland. Ja. Nou, die ene jongen, die kende Riepke wel, volgens mij, maar dat is zijn vriendin, die Riepke Zijlmaker. Nee, ik ken wel Yvonnie, maar nee, dat had nooit van Riepke gehoord. Dat was dan weer lastig, dat moet je toch weer uitleggen. Maar goed, ja, maar het is wel een stok om mee terug te slaan, inderdaad. Ja, nee, het is natuurlijk niet altijd zoals wat er met Julian Assange, als je natuurlijk zo lang in de gevangenis gaat, dat is wat minder... succesvol. Het is in ieder geval voor zo persoonlijk is het een drama. Maar wat die Saul D. Alinsky in dat boek beschreef was ook voornamelijk van die acties. Bijvoorbeeld
ja, je gaat naar een vliegveld toe en dan ga je allemaal alle toiletten bezet houden. En een hele groep mensen ga je allemaal op het toilet zitten. En je kan niet zeggen dat daar... En dan ontstaat er een enorme chaos. En dan gaan mensen klagen naar de luchthaven. En wat is dat nou? En iedereen paniekt natuurlijk. Terwijl je kan mensen niet arresteren voor naar het toilet gaan. Je vermoedt natuurlijk wel dat er iets georganiseerd is. Dat ze allemaal tegelijk naar het toilet gingen. Maar je kan ze er niet voor... Ja, je kan niemand iets voor... Je kan ze niet voor inrekenen. Of er was één zo'n protest ook altijd over... Ja, gaan we allemaal een heleboel bruine bonen eten... En dan kopen we een kaartje voor het Concertgebouworkest. En dan gaat iedereen heel erg zitten schijten. En dan zeggen... De volgende dag zitten al die dure madammen... Die zitten tegen hun CEO, echtgenoot te klagen... Dat die meer salaris moet geven aan de arbeiders... Omdat dit zo niet langer kan. En ook daarvoor kan dan niemand gearresteerd worden. En ja, natuurlijk stomme linkse mensen die denken altijd dat meer salaris gewoon een kwestie is van druk zetten. Van, je gaat gewoon de CEO onder druk zetten, want die heeft al meer salaris. Die heeft een warenhuis met geld staan, maar dat wil hij gewoon niet afgeven. Als je hem onder druk zet, dan geeft hij dat af. Maar dat soort protestacties die zeg maar niet te arresteren zijn, maar wel chaos creëren. Ik denk dat ook veel van die milieutoko's daar heel veel mee bereiken. Gewoon wij zitten natuurlijk heel erg op argumenten en feiten en dat soort dingen. Ja, zij trekken gewoon een pak van een gigantische kip aan en gaan door de McDonald's rondhoppelen of zo. En dan bereiken ze waarschijnlijk meer mee dan wij. Wel voor de verkeerde doelen. Ze hebben toch gewoon absoluut absurde doelen waar ze altijd voor bezig zijn. Dus schieten ze zelf enorm in de voet. Maar ze bereiken wel veel, ja. Ja, of. Hey, ik weet niet hoe lang dat we het willen maken vandaag. Maar als dat beleid toch al moet worden doorgevoerd, dan is het alleen een kwestie van gewillige mensen zoeken die ervoor willen klappen. En dan wordt het om die reden gewoon doorgevoerd. Dan zeggen ze, ja kijk, ze hebben zoveel druk gezet, nu moeten we doorvoeren. Maar ze waren toch al van plan. En ze hebben er alleen wat mensen bij gezocht die er iets voor wilden doen. Maar goed, ja, nou ja. Ja, het punt van de overheid is altijd als ze echt het pistool trekken. En ze zeggen van, het is gewoon raw coercion. En laat die hele propaganda maar zitten en consensus. Dus de eerste stap is een manufacturer. Dat ze dan een manufacturer of consent hebben, zoals Noam Chomsky dat noemt. We regelen die consent gewoon met een of andere crisis of zoiets. Dan hebben ze nog enigszins legitimiteit. Maar op een gegeven moment dan zakken ze af naar steeds meer alleen maar geweld gebruiken. En niks meer doen met consensus. En ja, dat is een korte fase, want het wordt altijd gezegd, de overheid houdt liefst het pistool in de holster. Je moet weten dat het pistool er is en daarom gehoorzaam je. Maar als jij zegt van ik betaal alleen belasting omdat het pistool op mijn hoofd staat. Dan moeten alle mensen kunnen zeggen, nou dat is onzin, ik heb nooit een pistool gezien op jouw hoofd. En als zij overheid echt het pistool trekken en tevoorschijn halen en zo. Dan zien mensen opeens van, oh het is helemaal geen organisatie die er is om mij te helpen. Het is een organisatie die is om mij te onderdrukken. En dan is het meestal snel afgelopen. Niet dat er nog aan het eind toch een enorme vlam kan komen en een enorme onderdrukkingstoestand. Maar in een aantal jaren is dat gewoon, je ziet het bij Hitler, hij komt aan de macht en het is na 10 jaar is het gewoon bekeken. Dus het is een laatste explosie als de overheid pistool uit de holster trekt. Nou, weet je wat ik ook, wat me opvalt, van als ik gewoon op Facebook van berichten van gewoon Telegraaf of nu.nl, gewoon mainstream media dingen. Zie je nu gewoon heel erg die propaganda van als het keer 24 graden is, dan gaan we allemaal dood. En ja. Code rood. En ik zie nu wel echt heel veel reacties daarop. Dat mensen het als propaganda ervaren. En dat is echt de meerderheid. Ja. Ja. Weet je, en men is heel cynisch. Ja. Men is heel cynisch. Ja. En waar we helemaal. Ik kan maar. In het begin. 27 graden en je krijgt echt 8 berichten in 3 dagen over wat je. Ja. Dat je veel moet drinken. En dat je niet moet onderschatten. En hoe je moet slapen bij deze hitte. En Ja, maar ik zie van bijvoorbeeld. Als je naar die COVID-periode
keek, nou, helemaal in het begin, dan geloofde toch echt wel de meerderheid geloofde erin. En je kreeg het ook gewoon, ik kreeg zo op mijn flikker, jongen, en een haat over me heen, omdat ik iets anders vond. Als ik iets anders geloofde. Maar nu zie ik, het lijkt wel of men het meer acceptabel vindt dat de media liegt. Dus eigenlijk zegt hij, als je de beste tijd om een biochemische aanval te plegen, dat is nu. Want als de overheid er nou een bericht over uit doet, dan is er niemand meer die het gelooft. Nou ja, dat kan inderdaad. Ik merk meer sepsis. Ja. Er is toch iets van. Ik had het idee dat 2,5 jaar geleden dat voor veel mensen het was eigenlijk gewoon ondenkbaar dat de media zou liegen. En zelfs, maar ook het NOS-journaal had een soort heilige status, of KNMI was een soort heilig instituut. Weet je, daar werd niet aan getwijfeld. True. Er werd niet aan getwijfeld gewoon. En nu heb ik het idee dat veel meer veel meer mensen gewoon dingen als het KNMI niet meer vertrouwen. Gewoon het KNMI. Ik denk wel dat het zo is dat de mensen die reageren onder zo'n artikel, dat zijn ook wel mensen die wat verder zijn dan het is niet een doorsnee van de bevolking, denk ik. Want als ik zo'n artikel zie, dan denk ik ook van weer eventjes eronder schrijven van dit is allemaal propaganda. Dat het in augustus 30 graden is, dat is niet het ongehoorde. Maar het is wel duidelijk een meerderheid. Dat het 7 graden is. Ja, maar het is wel duidelijk een meerderheid. Ik denk zelfs iets van 85% of zo, of 90% die gewoon zegt van... In die van, commentaarsectie, ja. Ja. Maar die commentaarsectie is niet een doorsnee van de bevolking, denk ik. Nee. Ik heb nog steeds een liefde tegen, hoor, die NOS geloof, hoor. Vergelijk het met het begin van die COVID-periode. Dan was ik de enige wappie. Ja. En ik kreeg dan ook, ik moest ook, en ik hoop dat je doodgaat en dit en dat kreeg ik over mij. Ja, het is zeker veranderd, ja. De verhouding is veranderd, ja. Ja. Maar de mensen die er vol in gingen, die zitten vaak, die zijn er nog steeds vol in, waar? Ik had een periode en dan ging ik elk weekend naar een anonymous bijeenkomst. En er was een groep in mijn tijd, ik weet niet hoe, 2011 of zo. En dat waren, als het 20 man was, dan was het veel. En die deden we elk weekend en plaatsten we overal op allerlei forums. Ik heb het ook gewoon gevonden. En als je het er niet mee eens bent, kom dan nu. Nou, kwamen 20 man op af van heel Nederland. En dat heeft echt en heb ik zo'n half jaar volgehouden. Dat was elk weekend in een andere stad. En er waren elke keer dezelfde 15 man. Met dan een paar locals die er misschien ook een keer bij waren. Dus ik vond COVID, wat dat betreft, was voor COVID voor mij heel erg fijn. Want ik had eindelijk zoiets van, bevestiging. Dat die overheid dus niet je vriend is. Nou gaat de massa mij begrijpen, dacht jij. Ja, ik zag het echt wel gebeuren. Ik denk, we gaan doorbreken. Nou ja, en ook als het bij COVID nog niet helemaal gebeurd is, dan gebeurt het bij de volgende weer. Dan gaan ze monkeypox vol uit. En dan, op een gegeven moment wordt het voor mensen gewoon te absurd om te geloven. Ze gaan over het grens heen. Is toch ook zo? Want dan, tijdens de monkeypox, en dus als de griep die specifiek of voor 70 jaar en ouder dodelijk kan zijn, rondgaat, dan moet de hele wereld moet op slot. Maar als de monkeypox, die alleen bij homoseksuele mannen rondgaat, dan houden we een pride parade. Dan denk ik bij mezelf, ja. Ah, weet je wat het ook is? Van misschien, kijk, een persoon die het op een gegeven moment ziet, die gaat het niet meer niet zien. Nou, en die komt dus nooit meer terug dat hij zegt, alles wat het NOS-journaal zegt is waar, altijd. Die gaat daar nooit meer naar terug. Nee, dat is heel zelf. En dat is dus... Dus ook al gaat het langzaam, die mensen die het zien, die blijven het zien. Want die blijven wantrouwen. En sterker nog, ik denk dat, stel je voor, ik probeer mij te verplaatsen in iemand die een jaar lang dat geloofd heeft van die COVID. Stel je voor. Hè?
En dan kom je er op een gegeven moment achter. Ja, maar nou, dit klopt echt helemaal. En dan ga je het uitzoeken. Nou, maar dat klopt gewoon allemaal niet meer. En niks klopt meer. Maar hoe zwaar genaaid voel je dan? Dan denk je, godverdomme, ik ben een jaar lang bang geweest. Ik ben een jaar lang heb ik... Weet je wel, van dan, hoe besodemieterd moeten dat soort mensen zich wel niet voelen? Ja, maar weet wat dacht je van mensen die ik hoorde? Een telefoongesprek van iemand die belde. Ja, mijn vrouw die wilde per se ons kind inenten. Die heeft nou 7 jaar oud myocarditis. Die heeft een hartprobleem, 7 jaar oud. Waarom hebben jullie niet verteld? Die belde naar de farmacie op. Dat dit een van de bijwerkingen was. Ja, het is een hele zeldzame bijwerking, zegt die figuur van de farmacie dan. Nee, het is helemaal niet zeldzaam. Ik heb het opgezocht. En ze krijgen dit ook. Dan is het moment dus bereid. Ik vertrouw niks meer wat je zegt. Want ik ga zelf wel even opzoeken of het zeldzaam is. En ja, dan komt de reactie van... Ja, we hebben het niet gezegd. Omdat we anders verwachten dat de injectiebereidheid zou afnemen. Ja. En, maar dat is natuurlijk absurd. Als je dat als ouder hoort. Als jouw kinderen geleden hebben eronder. Ik denk dat dat nog een grotere klap gaat geven. Ik denk, als iedereen zijn kinderen laat inenten en er dan achterkomt dat het allemaal schadelijk was of bullshit. Ja, ik denk dat ook wel wat ogen moet openen nu. Ja, aan de andere kant, je zegt als mensen dingen niet meer kunnen onzien, zeg maar. Van als ze iemand dat hebben gezien, dan verandert het niet meer. Ik ken mensen dus die, eerst gewoon alles op tv geloofden. En één keer gingen ze naar QAnon en Trump aanhangen. In Nederland, hè. Je kan op iemand stemmen, kennelijk. QAnon, dat is nog niet helemaal geopend, hè. Dan geloof je gewoon weer andere bullshit. Ah. Ja, klopt. Maar hun dachten dat ze wakker waren, hè. Of die gozer dacht dat hij wakker was. En dan in één keer komt hij erachter van, QAnon is bullshit. En dan gaat hij weer helemaal hardcore, alleen maar NOS. En die heeft mij dus uitgemaakt voor Wappie, omdat ik het reclameblok voor de NOS, en dan zei ik van, wat een bullshit. Dat is een reclamespotje, ik zei, wat een bullshit. En toen was ik in één keer een Wappie, omdat ik het reclameblok voor de NS niet geloofde. Ja, dat is heel apart, ja. Ja, nou, dat vind ik ook weer een beetje, want ja. Ik weet niet wat... Wat dit voor figuur is, of dit een representatieve figuur is, of is dit een knettergekke... NOS geloof ik, hè? Overigens wordt ook Trump genoemd in mijn verhaal, en zeg ik op het eind, wacht, nou, dat was nou de goede opmerking, die ben ik nou vergeten. Maak je nou reclame voor je show, Yoshi? Vanaf 1 september. Maar ik heb het idee van, het is niet zo dat mensen het niet meer kunnen ontzien. Maar als mensen het zelf ontdekt hebben en ze zijn zelf op onderzoek, dan kunnen ze niet meer onzien. Maar ik heb wel eens gehad met mensen die de hele tijd aan hun kop zeikt. En dan zeggen ze, ja, er zit wel wat in. Je hebt wel gelijk. Als je dan stopt met aan hun kop zeiken en je komt ze 2 jaar later nog tegen, dan kunnen ze alweer teruggevallen zijn. Ja, okay. Maar dat zijn niet de echte mensen die echt wakker geworden zijn, zou ik willen zeggen. Nee, maar kijk, weet je, met het klimaat ook is van... Kijk eens naar de vakanties die worden aangeboden. Nou, hoeveel 2 weken volledig verzorgde vakanties op Groenland heb je? 0. En er is ruimte genoeg op Groenland of Spitsbergen. Kun je gewoon allemaal heen op vakantie. Nou, dat is niet een idee. Mensen gaan naar Tunesië, mensen gaan naar Spanje, mensen gaan naar Italië, mensen gaan naar Kroatië op vakantie. In de zomer, hè? Want ik had het vandaag nog over Spanje. Het is de enige tijd dat de kinderen vrij zijn. Dus op een ander moment kunnen die mensen helemaal niet. Nee, dat weet ik wel. Maar die andere 3/4 van het jaar, die ligt al vast. Is het zo in hun hoofd dat je daar naartoe moet? Ja, nee, maar ik ben niet zo'n Spanje figuur. Maar ik ben een keer mee geweest. Want dat kon ik combineren met iets anders. En toen was het daar gewoon wel warm. En ik vond het te warm. Ik zei van ja, weet je, Spanje... Misschien als je in het voorjaar bent of een ander, maar in de zomer naar Spanje, no fucking way. Dat is niet helemaal niks voor mij, weet je wel. En dan, maar er zijn mensen die trekken hitte beter dan ik. Maar die gaan dus gewoon, die zitten gewoon in fucking Tunesië in de zomer of in Spanje of in Turkije, weet je wel. En, maar,
Maar die oh, en die mensen. Ik was in Griekenland met 45 graden ja, en zo. Ja, maar die luister. Ik vond het wel lekker, maar zolang er wind is, is het lekker. En dan, maar, eet je dan ook een hele worst op een avond? Of? Nou, andere dingen, maar wel veel alcohol. Maar het punt wat ik wil maken, je probeert die mensen, die proberen met 3 dagen 23 graden boven nul. Ja. Dat we eindelijk een keer, want we, meestal hebben we gewoon kutzomer met regen en shit. En is daar gewoon een soort, we hebben eigenlijk gewoon in Nederland gewoon herfst. 4 seizoenen lang herfst. Nou, dan... Was het nu maar herfst? Ja, nee, maar bedoel, en dan heb je een keer 4 dagen heb je 23 graden. En dan probeer je diezelfde mensen... Die bereid zijn om een hele hoop geld te betalen om in de zomer naar Turkije te gaan. Of Spanje. Of in Italië. En die worden dan in één keer bang worden van 23 graden. Dat we een keer 23 graden hebben hier in Nederland. Nou, dat doen ze niet. Dan hebben ze zoiets van, hè, nou kan ik eindelijk ook een keer op mijn balkon in een bikini. En weet ik wat. Weet je wel. Terwijl dat ja. 30 plus in Nederland is toch anders dan 30 plus in... Middellandse zeegebied. Ja. Hoe bedoel je? Oh, ja, temperatuur. Oh, ja, zo, ja, oké. Okay. Nou, ja. Nou, de kei ja, vond ik toch wel lekker, hoor. Dat verhaal heb ik altijd gehoord, maar toen het 38 graden was elke dag in Spanje, toen vond ik het gewoon te warm. En toen was ik aan de zee, daar zat ik. Nou, goed. Ik vond dat wel echt te warm. Ik trek het ook niet goed mee. Ik ga meestal gewoon op bed liggen overdag en dan s'nachts een type qua verhalen. Maar is het in Servië ook zo warm dan? Of? Ja, nou, het is hier. Dit jaar heeft het 1 dag wel de 40 getikt. Dus dat is best wel warm. Ja, en rond die week zat het elke dag boven de 35. En daar kom ik dus echt nou op een dag een half uur buiten als het donker is of zo. Maar weet je wel. Dan beweeg ik heel weinig en dan ik ben er ook niet zo van. Ah, ik was in Kroatië vorig jaar en in Slovenië. Ik heb er bijna 4 weken gezeten, maar het was zo'n 4, 25 graden. En dat koelde dan s'nachts af tot 21, 22. Het was helemaal geen idiote uitschieters naar boven of naar beneden. Maar ja, dat kun je dus wel hebben ook daar op de Balkan. Nou ja, aan de zee van Kroatië zit je natuurlijk al aan de zee met een beetje koeling. En ja. In de bergen van Slovenië heb je ook wat meer verkoeling. En ik zit hier echt, het is hier net zo plat als Nederland, jongens. Het is Ik zit in het noorden van Servië, er is geen berg te zien. Toen ik was het wat 30 plus. Die ene ruïne is de hoogste berg in de hele omgeving, Johan. Dus dat is een uur rijden. Ja, die bierfabriek die is wel hoog, hè? Ja, die bierfabriek is ook heel hoog, inderdaad. Maar dat vind ik dus... Maar ik zat daar toch met... Volgens mij zat ik met 37 graden toen bij dat haventje. Waar die boten van Lieberland ook zitten. Ja, nou kijk, dus ook boven de 35. Heerlijke Chardonnay hadden ze. Dat is zo warm. Vliegen die boten gewoon in de fik, denk ik dan. Of, Ja, sommige wel. Ah, dat vind ik ook wat leuk aan het Tsjechië. Misschien heb je dat trouwens in Oekraïne ook wel. Dat ligt ook vrij zuidelijk. Hè? Dat kan tenminste als je... Dat kan ook wel warm zijn natuurlijk. Het is warm in de zomer, ja. Ja, maar gewoon Tsjechië heeft gewoon warme zomers. Maar niet gestoord warm. Gewoon 25 graden, 26 graden. Gewoon normaal. En het is gewoon kennelijk niet zuidelijk genoeg. En... Maar het valt wel veel regen, maar niet in de zomer zoveel. En het is een heel groen land. Maar dat trek ik beter dan in de zomer. En kijk, die andere landen, Italië, dat zou ik dan, of de Balkan, daar zou ik dan misschien in het voorjaar gewoon wel kunnen. Ja, maar goed, maar heel veel mensen zijn in Nederland niet zo bang voor hitte. Dat merk ik wel, want dan betaal je er niet zoveel voor. Dus dan, ik denk dat verhaal dan ook... lastiger te verkopen is. Want mensen denken, oh, 24 graden, lekker. Barbecue weer een 10. En dan krijgen ze door een code rood. Ja. Nou, ja, dat rijmt niet helemaal. Dat rijmt niet. Ik was trouwens in Toscaan een keer. Dat was in mei, geloof ik. Dat was best wel fris daar. Best wel, ja. Hey, ik op heb de temperatuur in Dubai regen gehad. Graden was, maar daar. Maken ze dat zelf, Peter, in Dubai? Of hebben ze wel gewoon af en toe ook regen?
Dat is gewoon echte regen in Dubai. Ja. Heb ik weer. Ik weet niet hoe lang je er was. Het zal niet elke dag hebben geregend. Nee, maar zo twee dagen of zo. Twee, drie dagen. Net de ene dag regen. Joost, ja. Denkt gelijk chemtrails en dat soort dingen natuurlijk dan. Of niet? Ja, nou ja, doen ze daar toch ook wel, of niet? Dat ze gewoon wat wolken maken. Ja, dat was ook geen zware regen of zo hoor. En dan valt het op zo'n stofbed. En dan krijg je een beetje een smerige lucht, vind ik dan altijd. Want dan, regen die je hit, die raakt die stof en dan vliegt dat zo op. En ja, er verdwijnt natuurlijk wel wat stof door die regen. Maar het ruikt niet heel super fris. Hmm. Hoe zitten wij in de berichten, jongens? Hoe zitten we nog niet op zo? Ik wil altijd het Rad van Fortuin aankondigen. Ik heb nog een NFT te koop. visitdubai.bch als iemand hem wil hebben. Okay. Omdat we nou net Dubai noemen, denk ik er ineens aan. Maar ik ga even een draai aan het rad geven. Hoeveel IG? Even kijken. Zijn ze nog verdubbeld, Johan? Zeg je? Worden ze nog verdubbeld? Dank voor jou. Oké. Nee, dat is goed. Hopla, check idee. Ik had hem winnen. En het wordt. Hoe de fuck is dit? Dat is een aparte naam. Ik kan niet lezen. Oh, Strijder. Strijder, oké, ken je die? Dit is er eentje van mij. Nou, dan zal ik het wel op me nemen. Ieder. Maar dan maak ik wel 10 even van jou over. Nee, dat komt wel goed. Dat heb ik wel. Dat regel ik wel met hem. Oké, jij betaalt hem en dan betaal ik jou. Mag, ja, is goed. Dan hoef je het niet meer aan mij door te geven. 20 EFL's. Ja, dan maak je naar jou 10 over. Maar over een miljoen weken, dan zijn alle EFL's eruit, Johan, met 20 EFL's. Voor een miljoen weken? Ja, dan zijn we op 20 miljoen. Er zijn 21 miljoen EFL's. Dus als we nog een miljoen weken doorgaan met de show, dan hebben we alle EFL's weggegeven. Maar die hebben wij toch niet? Nou ja, we moeten eerst nog maar die 1 miljoen weken vol zien te maken, maar we zijn onderweg. Ja, we hebben ze inderdaad niet. Of we hebben en dan moet, je ze gaan kopen om ze weg te geven. Ja, dat is waar ze circuleren, dus je kan dezelfde EFL. Dezelfde EFL meerdere keren weggeven. Het is wel leuk. Iemand deelt hier een bericht van Nieuwspaal. En dan, die vind ik wel grappig. Politie waarschuwt. Waterpeil in rivieren nu te laag om lijk in te dumpen. Ja. Maar goed, ja, we zijn aan het einde van de show. Nou, ik lees net de chat, dus dat is leuk. Net op tijd. Was het een bericht van King Honk Spiracy, whatever? Ja, Flying Hank, audio is weer beroerd. Oké. Okay. Ik heb het niet door kunnen geven. Ik heb niet op de chat gelet vandaag. Dus er zal wel worst in de mic zitten. Ja, dat is natuurlijk door jouw mic, Johan. Ik zie hier geen. Ik zie die chatberichten niet. Nou. Ja, dat weet ik niet. Ik zie hem wel. Ik verzin het echt niet, Johan. Sorry. Zie je op Twitch? Ik zit op Twitch, ja. Ik zit niet bij mij, zeg maar. Dus, Ik heb nog wel meer dan een halve leven, nou. Oké. Okay. Hey, maar Johan, ga je anders nog eens wat experimenteren met voordat we met de volgende show beginnen? Of van kijken hoe het gisteren heeft hij jou niet gebeld om 11:30 gisteren om even te experimenteren? Ja, ik snap het. Fijn, ja, mijn computer is pas heel kort naar de klote, hè? Ja. Maar wat is er dan? Is die helemaal, wil die helemaal niet meer opstarten of zo? Of, Nee, hard schuiven niet. Schuif niet, dus dan doe ik het maar vanaf een USB-stick. Die van mij is ook wat raar. Af en toe komt gewoon, zegt mijn beeldscherm, er zit geen videokabel verbonden. Bij jou? Ja.
Dan moet ik hem gewoon uitzetten, opnieuw aanzetten en dan. Als ik dat die Skype scherm zie bij jou. Wat een scherm heb je, Peter? Wat is dat voor? Ja, zo'n 34 inch wijde Dell, geloof ik, is dat? Ja, Dell. Ik heb zelf zo'n hele oude en die werkt nog met een soort magnetisme erin. Ja, het is wel plat. TRT-buis. Ja, ik weet niet precies wat het is, maar die valt ook af en toe uit. En dan moet ik hem gewoon een week lang aan de kant zetten. En dan na een week dan heeft hij weer een beetje en dan doet hij het weer. Dus en dat zit dan, zo los jij je pensioneringen in, zeg maar. Pensioneer? Ja, als je dan zegt, ik ga weer een week met pensioen, dat is mijn monitor doet het niet. Oh zo, nee. Want nou, ik heb nu gewoon 37 tabbladen op één scherm. Dus, Nou jongens, tot de volgende keer maar weer. Ja. Hoi. Houdoe. Oké, ik ga even afkondigen. Ik wil iedereen hartelijk danken. We zijn er uiteraard volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeledoki. En als het goed is, komt hier de eindtune. Deze knop, ja. Oh, wacht even, dat werkt hier natuurlijk niet, hè. Ik heb F5. En dan F12. Ziek idee. Nou, dankjewel mensen. Johan, ook weer bedankt. Bel me nog eens een keer om 11:30. Altijd gezellig. Komt goed joh. Ik denk morgen. Ja. Ik kan vrijdag kan ik uitslapen. Oké. Is het welke? Is het vandaag woensdag? Dat is nu bijna donderdag, ja. Oké. Oh ja, morgenavond. Dan, ja, we moeten nog even met die ook zelf streamers.